geen argumenten en feiten meer. Je ziet sfeerrapportages. Daar gaat dit psychologisch spelletje over. Let op, dit is propaganda. Dan haal je de vrije wil uit de maatschappij. Wat hier staat is echt ongelooflijk. Nou, het is misdadig. Welkom bij het Weekjournaal. Uh, het is week 14. Ik zit in Portugal. Inmiddels is het hier ook lekker weer geworden. En Jeroen zit nog steeds in Paraguay. De komende paar jaar Hoop ik voor hem dat hij daar kan blijven. Uh, Jeroen, er is weer heel veel gebeurd. Heel veel afleiding. De, de Baffledam with bullshit uh, zet flink door. En daar gaan we het ook over hebben vandaag. Ja, heel veel bullshit. Maar ook nog een uh, hoop uh, RKI-papers. Ik denk dat we de komende weken iedere week een deel behandelen. Want daar komt steeds meer uh, materiaal naar boven. Wat echt ronduit uh, schokkend is en uh, bevestigt. Nou. Voor ons is het niet zo schokkend. Het enige wat schokkend aan is dat het bevestigt wat we allang wisten en dat zij het dus ook wisten. En dat wij dus dat, kennelijk. Dat is denk ik het belangrijkste punt. Kijk, voor iedereen die heeft opgelet, die wist al dat het een hoax was, die wist al dat het vals was. Maar wat die RKI-papers bewijzen, bovenop alles wat we al weten uit de FOIA-requests en uit de WO-documenten, is dat het willens en wetens is. Het is moedwillig en het is kwaadaardig. Ja, we hebben te maken met zware, zware criminelen. He, zo simpel kan je het zeggen. Ik bedoel, het is zonder uh, sterke... Ik bedoel, je kan het niet in zwakkere taal uitdrukken, laten we het maar zo zeggen. Je bent een maar, beetje laat... uit focus, uh, Jeroen. Oh jee. Nou, dan gaan we even kijken of dat uh, is zo. Ja, prachtig. Goed. Nou, mooi. Dan ga ik even het scherm delen. Jep. Dan beginnen we met uh, politiek. Ja, PVV uh, schittert door afwezigheid in Tweede Kamer. Daar is de democratie niet voor be bedoeld. En de PVV-fractie zou met kop en schouders boven andere fracties uitsteken, omdat ze regelmatig uh, afwezig zouden zijn. En dat blijkt uit een inventarisatie van het AD, ofwel het NCTV-blaadje, zoals jij dat meestal noemt. Ja. En Tweede Kamerleden, die winden zich daarover op Willem. Want er blijft een gat in de plenaire zaal van anderhalve taartpunt. Ja, ja, waar dit over gaat, dit is uh, laster en smaat, maar dan op alle kanalen tegelijkertijd. Dus één is negeren, de ander is ridiculiseren. En dit is een beetje voor gek verklaren. Kijk, die PVV'ers kunnen niks, die willen niks. Hebben ze bij de FVD ook heel vaak gedaan. Hè? Dit is een bekend terug. Ja. Fleur Aangemaakt, ja. die gaat er nog serieus op in van. Nee hoor, ik was wel aanwezig. Dat vind ik zo schattig dat ze nog serieus hier repliek op geeft. terwijl dit gewoon een hitjob is. Alles wordt eraan gedaan om. ...dat dadelijk te kunnen verkopen in de publieke opinie dat PVV toch niet meeregeert. Kijk, en, en het is zo, uh, de schade is al gedaan. Hè? Het bericht blijft hangen en dan kan je honderden dingen tegenover gaan zetten. Maar uh, de missie is met de plaats van het bericht al geslaagd. Deze is nog saaianter. Corruptie nou, in de Tweede Kamer? Vraagteken met een grote foto van Wilders erbij. Ja, maar op zich vind ik het een positief bericht. Hè? De dader wacht uh, tien jaar cel... Maar dat betekent dat we bijna de hele Tweede Kamer uh, kunnen gaan opslaan voor tien jaar. Ja, maar en... de corruptie is tien jaar, maar landverraad is echt wel langer hoor. Ja, goed. Ik vind, op dit moment uh, vind ik tien jaar al, al een mooie, uh, mooie start in ieder geval. Eén maar, dag, zolang ze maar weg zijn uit Den Haag, alles is winst. Precies. Ja, maar dit gaat natuurlijk over iets anders. Dit gaat over zijn er Nederlandse politici omgekocht door de Russen in de Tweede Kamer wordt naar Geert Wilders en Thierry Baudet gewezen. Maar is dat terecht? Leuk, het is zo'n vraag. Is dat terecht? En maar daarmee heb je de vragen al gesteld en daarmee geef je impliciet natuurlijk ook al een antwoord wat je eh, wil geven. Ja. Want je noemde het net al: de grote aanval is geopend. Um, En hier, uh, dit, dit staat er ook op, uh, bij aan, het ministerie uh, van Binnenlandse Zaken onderzoekt beïnvloeding van Nederlandse democratie door desinformatie. Ik vind het op zich een zinvol uh, onderzoek, alleen bedoelen ze het natuurlijk weer anders. Want daar staat dan over uh, onderzoek naar de impact van desinformatie, inclusief van buitenlandse mogelijkheden zoals Rusland, op de Nederlandse de en democratie en het publieke uh, debat. En minister Hugo de Jonge heeft aangekondigd dat dit onderzoek dit jaar afgerond moet zijn. En uh, Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen al geruime tijd voor buitenlandse inmenging. Ja, dat is natuurlijk wel een interessante vraag, hè, want de, uh, we worden beïnvloed met desinformatie, maar die desinformatie komt uh, vooral vandaan bij de mensen die deze beschuldigingen uiten. Willem Ja, die buitenlandse inmenging, wijzen naar Rusland, maar ik kan je een tipje van de sluier oprichten, of oplichten. Daar komt die niet vandaan, het komt uit de Verenigde Staten. Sterker nog, de hele koep komt uit het de Department of Homeland Security. En als dan het ministerie van BZK, waar Olundgren en volgens mij Kaag allebei de scepter hebben gezwaaid, dan moet je eens kijken naar wat zij allemaal deden met de Carnegie Stichting in 2019. Dan wordt het waarschijnlijk allemaal wat duidelijker wat ze hier eigenlijk bedoelen. Ja. Ja, en dat is uh, meer dan het beïnvloeden van de Nederlandse uh, democratie. Ze hebben de Nederlandse democratie daarmee uh, afgeschaft, voor zover die überhaupt uh, bestond. En dan gaan we nog verder, uh, want de rookgordijn rond Russisch geld blijft. Geheimhouding en bronbescherming. Inderdaad, het is een rookgordijn wat opgegooid wordt. Ja, dat is uh, mooi, hè? want nu, hiermee dekken ze de smaad en laster af, want ze mogen hun bronnen niet vrijgeven. Maar wat nee. natuurlijk vaststaat, is dat het smaad en laster was. Als er echt wat was, dan hadden ze dat wel vrijgegeven. Dan was het gelekt, want alles wordt gelekt wat vrijgegeven moet worden. Dus dit is een indirecte schuldbekentenis van ja, wij hebben feitenvrij andere mensen hun eer en goede naam aangetast. En we gaan daarmee door, door ons nu weer te verschuilen achter de commissie stiekem en de, uh, de AIVD en de geheimhoudingsplicht. Ja, en natuurlijk uh, een, van de Tsjechische, uh, Tsjechische autoriteiten, uh, geheime dienst. Ja, we sorry, we kunnen geen bronnen vrijgeven, maar het is echt waar, hoor. Het is echt zo. Een Duits bond, eh, bondstaglid AFD krijgt mogelijk Russisch geld. Het is niet alleen in Nederland. Dit is, kijk, en, en, en dat vind ik nog het meest schokkende: Willem, het gebrek aan creativiteit. Het is zo'n simplisme. Het is, iedere keer pakken ze dezelfde moker en beginnen te hameren. En iedereen heeft al lang die moker gezien. Maar als je maar lang genoeg hamert, dan werkt het kennelijk eh, toch op de een of andere manier. Want men gaat er maar mee door. Ja, en dit is dus, dus dit... weer datzelfde ambtsbericht van de Tsjechische inlichtingendienst. Uh, een anonieme regeringsbron. De echt slechter vind je dit nog niet in de story? Dus men, uh, uh, al deze mensen die, die, die dit uitvoeren, die, die doen niks anders dan protocolletjes uh, uh, uitvoeren en volgen en afvinken. Die mensen kunnen niet eens iets leuks bedenken of iets origineels. Onderzoek: 400 Duitse politieagenten uh, gelinkt aan uh, rechtsextremisme. En er loopt een dus verdenking ja. van rechtsextremistische opvattingen of het steunen van complottheorieën. Wat? Waar hebben we het over? Dit is de gedachtepolitie. De politie die vervolgd ja. wordt door de gedachtepolitie. En heel veel somsse wethouder Karen Walters stapt direct op naar een tussen aanhalingstekens: Rusland wel. Uh, Want wat blijkt nu. Zij is aanwezig geweest bij een informatiebijeenkomst over kleinschalige biologische boeren in Wit-Rusland en, wit en Rusland. Nou ja, groot gelijk, weet je, de Karen Walters. Ik ben bij een bijeenkomst over kleinschalige biologische boeren geweest. Schande, ik moet gelijk aftreden, want dat had natuurlijk niet gemogen met Rusland. Ja, hoe ik dit, laat ik zien, wit... dit? laat zien hoe dat deugen erin zit. Het is goed mogelijk dat deze mevrouw eh, niet corrupt is, maar gewoon puur in de deugreflex uh, schiet... en zegt van oké, okay, sorry, sorry... ik weet niet wat ik een fout gedaan maar sorry, sorry, sorry. Ik zit in een rusland omdat ik bij een bijeenkomst door biologische boeren was. Ja, je, bedenk, je bedenkt het bijna niet. Ik schrijf ook dat stukje... het is... Um... Nieuwsberichten zijn op zichzelf, als je nieuwsberichten tegenwoordig bespreekt, is dat vanzelf satire? Hè? Want wij zijn ooit begonnen. Is het, het was nooit satirisch bedoeld uh, deze Ik uitzending. Een om even uit te leggen, ja. Ja. <laughs> ja. Het is vanzelf satire geworden, puur omdat je probeert het nieuws te duiden. Ja, probeer maar eens door 150 artikelen heen te worstelen, die bijna allemaal onzin zijn. Uh, VWS openbaar duizenden coronadocumenten, ook over Seward's Deal. Ja, wat ik hierin ja, ja. zie is, het rookgordijn en het smaad en laster modder gooien is compleet. De Betheldam with Bullshit draait op volle toeren. Dan gooien we eventjes wat documenten over de schutting. Dan hebben we aan onze openbaringsplicht gedaan. Want ja, die, die uh, dwangsommen die liepen inmiddels al in de vele duizenden euro's. Op zich vind ik die foto die ze erbij hebben gezet ook wel best wel grappig. Hij zit er echt op, wat de fuck. Zo, jullie waren er toch ook allemaal bij. En, dit, en nu... Uh, nu Hey, dat ja, het, dat, dat, het wordt Seward Deal genoemd, maar het is de De ja. Jonge Deal. Hij is verantwoordelijk voor het uitgeven en het verduisteren van overheidsgeld. Dat er een loesje ondernemer zo slim is om zijn politieke contacten in te zetten. Ja, als dat al vervolgbaar is, dan is het hooguit medeplichtigheid van de hoofddader die bij VWS de scepter zwaait. Hij dacht gewoon, gevoelens heet je, hier de, de, de zilvervloot die vaart binnen. Hij zag een kans en uh, ja, nu zit hij daar met ver, verbazing van wat overkomt en Maar het ministerie hield onderzoek naar mondjeskap, eh, mondkapjeswinst Siewert van der Linde tegen. En het forensische accountants dus, drongen begin 2021 al bij VWS aan op een uitgebreid onderzoek naar de mondkapjesdeal. Het ministerie ja, is natuurlijk. Hugo de Jonge is hierbij betrokken. We zien hetzelfde in bijna identieke zaak. met Sanchez, de premier van Spanje, Daar komen we zo nog over te spreken. Maar om te laten zien dat dit zelfs geprotocoleerd is: het is de bedoeling ja. om een soort escape pot in te richten. van ja, ja, hij heeft wat fout gedaan, hij moet aftreden. Niet voor de echte misdaden, maar voor, 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 voor zijn oneerbare gedrag. Een emotionele staatssecretaris dreigt met opstappen als sluiting Groningen-Gasveld vertraging oploopt. En dan gaat het over staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw. En dat ga ik politiek niet meemaken, dan ga ik wat anders doen. Nou, ik zou zeggen, staatssecretaris Hans Vijlbrief, ik had nog nooit van hem gehoord. En ik denk Welk dat heel iets? veel mensen nog nooit van hem gehoord hebben. Ik zou zeggen, ga iets anders doen. He, dat lijkt me goed voor het hele land. Eh, niet alleen voor jezelf, ook voor het hele land uh, gaat er ongetwijfeld op vooruit. Ja, ik, dit, 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 is, dit zijn zulke mooie dreigementen waarvan iedereen zit van ja, ja, prima, prima doen. En neem de rest mee, alsjeblieft. En D66-minister wil dat psychiaters minder terughoudend zijn rond euthanasie. Verlegenheid neemt af. Nou, waar hebben we het dan over? We hebben het over Pia Dijkstra, minister Pia Dijkstra. Nou, bij de voorbespreking zei ik het al. Wij zijn opgegroeid met Pia Dijkstra als nieuwslezeres. En ik had nooit kunnen bevroeden dat achter dit mens eh, zo'n eh, eng iemand eh, schuilt. Ehm. Um, Kijk, dat, dat oprekken van wat uh, euthanasie naar mensen die dus psychiatrische problemen hebben. Ja, ik, ho ik weet niet of zij al met de psychiater uh, de besproken heeft, haar problemen besproken heeft. Want volgens mij kampt zij ook met de nodige psychiatrische problemen, als ik dit zo zie. Maar ik kan je wel vertellen, ik. Uh, ik ga geen bezwaren tegen hebben als zij het uitprobeert. Maar ik zou zeggen: laten we dat niet als tot een, een gebruik maken voor mensen die in een psychische crisis verkeren. Wat ik er zo goed aan vind, is dat in ieder geval heel duidelijk wordt dat D66 een partij is omtrent een doodskultus. Ja, Het dat dat, dat hele neo is echt de, het, 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 het hoofdgedachtegoed geworden van D66. Maar het kan niet zo zijn dat we mensen gaan euthaniseren die uh, in een uh, op wat voor een uh, depressie of wat dan ook zitten. Er zijn redenen genoeg om een depressie te hebben en daar zijn zij mede schuldig aan. Laten we dat wel even voorop stellen. <kuggen> en dan een bericht in de AD. BBB en D66 botsen flink over het verplicht vaccineren van uh, kinderen. D66 vindt dat een kinderopvang kinderen moet kunnen weigeren die niet gevaccineerd zijn. En Mona Keijzer uh, van BWB is het daar niet mee eens. Ze zegt u zet ouders tegen elkaar op. Nou, dat hebben we vaker besproken. Kijk, men probeert het kleine, uh, kleine muizengaatje, hoe noem je dat, wat er bestaat, willen ze nu uh, 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 volledig uh, gebruiken. Om daarmee te kijken of men daarna nog verder kan gaan. En dan hebben we het over. De, het, 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 het muizenpaadje van uh, het, het Europese Hof van de Rechten van de Mens over Tsjechië, dat het mogelijk was om met een geringe boete en met weinig consequenties een verplichting voor kinderdagverblijven uh, in te voeren. Maar uh, je ziet waar men naartoe wil. Men wil maar een vaccinatieplicht. Dat is heel simpel, daar hoef je uh, niet moeilijk over te doen. Uh, Willem, wat wil jij hierover nog over zeggen? Ja, het is een beetje een showdebatje, natuurlijk om Mona Keizer in een goed daglicht te stellen. Maar in deze uh, zit BBB uh, op, de, op de goede kant. Uh, we komen dadelijk nog bij een uh, ander ontluisterende motie waarbij toch het tegendeel blijkt. Ja, en een pijnlijk intern onderzoek. Uh, ook bij D66, het is fijn te zien in ieder geval dat ze onderzoek doen naar zichzelf, want dat had ik op, op zich niet achter ze gezocht. Maar goed, kennelijk is dat onderzoeker en wat komt eruit? De partij is bedweterig, te woke en nieuw leiderschap kaag is teleursteld. Nou, ik, dat je daar überhaupt een onderzoek voor nodig hebt, dat is natuurlijk het eerste wat mij eh, hierbij verbaast. Um, ja, en ook um, de, wat ik grappig vind is dat er ook nog wordt gesproken over de uitsluitende taal. Weet je, D66 is het soort fotonegatief geworden van de partij die het in de jaren negentig was. Het is ongelooflijk. Ik was in de jaren negentig fan van D66, maar daar, daar is echt letterlijk niks meer van over. Ja, maar ze hebben het dan over Kaag, maar gelukkig uh, Jetten doet het een stuk beter, of niet Willem? Ja, uh, Jette is natuurlijk veel minder bedweterig en woke dan Kaag. Ja, is dat zo? Ja, over uh, deze had ik het dus. En hier zie ik een, een rood kruisje bij BBB. En in dit geval kan je de rode kruisjes en de groene vinkjes opvatten als stemadvies. Want dit gaat over de staat van de oorlog in Europa. En je zou zeggen: iedereen wil zich inzetten via de VN. Voor vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. om een rechtvaardige en duurzame vrede te bereiken. Maar de meeste Verworp. partijen die willen dat niet. Onverworpen, dit, dit is onvoorstelbaar. Had je dit, Een paar jaar geleden had je dit gewoon niet kunnen geloven. Dan dacht je dat het satire was. Dit, of dat ze zich vergist hadden, dat ze omgedraaid gestemd hebben. dan het doel van de motie. Maar even voor de duidelijkheid: alleen SP, FVD, PVV en Denk. Die uh, hebben voorgestemd, waar normaal gesproken iedere partij voor uh, wilde stemmen. Wat ze hiermee zeggen is: we willen oorlog. Punt. Ja, maar weet je wat maar nou hier... het grappige is? SP en Denk worden wel eens extreem links genoemd, en FVD en PVV extreem rechts. Maar kennelijk uh, zit het morele kompas aan de buitenkant en niet bij het centrum. Ja, maar het is duidelijk waar we naartoe gaan. Men gaat oorlogshitsen totdat die oorlog daadwerkelijk komt. En dan komen we natuurlijk zo meteen uh, nog op. Uh, 200.000 17-jarigen kunnen vanaf nu worden opgeroepen voor de, de dienstplicht. Hè? Want die ontvangen deze week de dienstplichtbrief. En daarin staat dat ze opgeroepen kunnen worden als een oorlog dreigt. En daarna vragen ze aandacht voor het zogenaamde uh, dienjaar. We willen de band tussen defensie en de samenleving uh, versterken. Ja, deze, ik denk dat we de, uh, ook de naam Defensie moeten we gaan uh, veranderen. Want het gaat hier niet meer over defensie, het gaat hier over uh, agressieve aanval. Weet je dat het vroeger inderdaad het ministerie van Oorlog heette? Ja. Dus ooit is Juist. dat met een of andere uh, uh, ja, ver verkooppraat ministerie van Defensie geworden. Maar het is gewoon het ministerie van Oorlog. Ja. En uh, de, de hoogste NAVO-militair wil iedereen wakker schudden. In mei 1940 maken we, maakten we ons ook geen zorgen. En dat zegt uh, de hoogste NAVO-militair Rob. Niet Bob. We hou hem niet uh, met Bob te bouwen, maar uh, Rob Bouwer zegt dat. En tijdens ja, ik ben, ben benieuwd naar hoeveel, hoeveel uh, gevechtssituaties deze hoogste militair van de NAVO zelf heeft meegemaakt. Ik doe een gok: 0. Dit is een politicus, hè? Hij, hij hangt dan vol in signes en medailles, maar hij, dit is helemaal geen militair hoor. Hij is niet alleen een politicus, hij is ook een propagandist. Want in een, in een uitgebreid interview, laat de admiraal dus horen waar we aan toe zijn. Ons kan niets gebeuren, toch? Dit is de, de, de geest rijp maken van let op, wij gaan naar een oorlog toe. En als je dat nou maar genoeg herhaalt, ik zag van de week ook in uh, een tweet over uh, de Volkskrant. Ik heb me al jaren niet meer ingekeken in die krant, ik, want ik moet altijd mijn handen heel goed een half uur wassen voordat ik hem aangeraakt heb, überhaupt. Maar dat schijnt nu volledig gewijd te zijn aan de oorlogspropaganda. De geesten worden aan alle kanten rijp gemaakt en ze doen wat, wat men in de jaren dertig deed, richting de Tweede Wereldoorlog, doet men nu precies hetzelfde. Het is hetzelfde draaiboek. Gewoon herhalen, herhalen, herhalen. En de geesten, dat, dat, dat het weer een optie wordt dat we straks in een oorlog terechtkomen ja, jullie dan, want ik, ik ben ver weg. En ik hoop uh, dat, uh, ja, ik, ik hoop natuurlijk dat dat, niet zo, uh, uh, dat, dat dat de soep niet zo heet gegeten gaat worden als je opgediend gaat worden. Maar, uh, als maar het is uh, mooi dat er steeds meer verzet komt, want dan gaan we naar de volgende. Uh, deze uh, Rob Bauer was ergens op een universiteit om te vieren dat er al 75 jaar internationaal terreur wordt georganiseerd door de NAVO. Ja, um, en die was daar uh, proberen zieltjes te winnen. Uh, Left Laser was er ook. Left Laser is een, uh, is een, uh, een leuk uh, videokanaal. Ze zijn ook al een paar keer aangepakt door de woordvoerder van de VVD. Um, die is nog steeds niet geschorst, overigens. Uh, en ook Jury Aalbrechts, een, een NAVO-shill, die heeft Left Lezer al een keer fysiek aangevallen. Er was een demonstratie tegen de komst van Rob Bauer. En normaal ben ik niet zo, tegen, of, uh, zo voor het uh, verstoren van dit soort speeches. Maar we hebben dat in de Verenigde Staten bij Hillary Clinton gezien. En het is toch wel goed om te vragen: van, waarom bent u uh, zo voor het vermoorden van mensen? U heeft bloed in uw handen met Libië in dit geval. En hier werden vragen over Afghanistan gesteld. En, lef werd weer fysiek aangepakt. Het is toch uh, opmerkelijk dat dit soort lieden zeggen in debat te gaan. En zodra ze een kritische vraag uh, krijgen, dan, uh, dan word je weggeduwd. Dat is uh, het debat uh, anno 2024. Maar het is mooi om te zien in ieder geval dat de NAVO door de mand uh, gevallen is. Hè. Wij zijn groot geworden met het idee dat de NAVO een verdedigingsalliantie was. Maar vorige week hebben we volgens mij laten zien dat ze nog nooit een oorlog op eigen bodem gevoerd hebben en ja. daarmee dus geen verdedigingsoorlog gevoerd, maar alleen maar aanvalsoorlog. Het is een pure dus dat terreurorganisatie. Dat, dat omdraaien van de waarheid en omdraaien van feiten, dat is dus al uh, veel langer uh, aan de hand. En Mark Rutte als, als secretaris-generaal van de NAVO. Onzekerheid door mogelijke tegenstand Oost-Europese -Europes, uh, landen. We hebben uh, Mark het vliegtuig in en uit zien stappen aan alle kanten. Hij vliegt al die landen af. Hij probeert nog steeds, uh, is hij bezig met zijn sollicitatieprocedure. Um, Willem. Ja, wat zijn belangrijkste tegenstrever is de huidige president van Roemenië. En ik snap uh, de Verenigde Staten natuurlijk wel, want die willen iemand die meer uh, hands-on is, want het, het uh, strijdfront is in Oost-Europa, niet in West-Europa. Dus de Verenigde Staten heeft een moeilijke keus te maken met of hun trouwste lakij, Rutte, of iemand die uh, lokaal nog wat kan uitrichten. Uh, het wordt interessant, uh, maar anders kan uh, Rutte natuurlijk altijd nog geschiedenisleraar worden. Eh, nou, laten we de kinderen dat in ieder geval besparen. Nieuwbaar blijkt na aankoop fors duurder door verplicht energie eh, systeem. Dat komt omdat projectontwikkelaars verwarmingsinstallaties zoals een warmtepomp niet opnemen in de verkoopprijs. Die installaties zijn wel verplicht, dus komen de kosten bovenop de verkoopprijs. Ja, we hebben het al vaak over gehad. Kijk we moeten af van het idee dat we huizen kunnen bouwen of moeten bouwen um, die die miljoenen woningen waren de jongen de, die had daar uh, zijn uh, doelstelling was geloof ik een miljoen nieuwe woningen er is geen woning bijgebouwd nee um, het is allemaal show kijk als je een nieuw huis koopt, dan wordt het onbetaalbaar omdat je dit soort gekkigheid moet doen. Maar koop je een oudbouw, dan moet je dus onderzoek doen en een spouwmuren vullen. Maar eerst kijken of er vleermuizen in zitten, dus dan ben je ja. weer duizenden euro's en maanden verder. Kijk, het is heel duidelijk. Als je oud bent, dan moet je verkassen. Dan moet je niet meer in je huis blijven wonen. Daar kan je tegenwoordig ook euthanasie voor aanvragen. En als je jong bent en je hebt de kamer over, dan moet je gewoon een paar Oekraïners opnemen. Begrijpt dat nou, Jeroen? Ja, en dit is de grote onteigening die eraan komt. Dus ik wil eh, alles wijst erop. Eh, als je nog een eigen huis hebt, geniet er nog even van. Want het einde van je eigen huis is eenvoudigweg in zicht. En Vitens, een, een drinkwaterbedrijf, op de NOS meldt daarover dat er mogelijk geen drinkwateraansluiting bij nieuwe woningen. Net als nieuwe stroomaansluitingen, die staan onder druk. Sommige bedrijven kunnen ook niet op het drinkwaternet worden aangesloten. Eh, ja, knettergek bericht natuurlijk. Hè? En daar zitten twee dingen in. Ten eerste, uh, we moeten geen nieuwe woningen hebben. Dat idee moeten we vanaf. En het tweede is, dat drinkwater, dat wordt enorm schaars. Er is geen drinkwater meer. Dat moet in onze hoofden gezet worden. En die vanzelfsprekendheid, dat er altijd maar water uit de kraan komt, van die luxe, ja, daar moeten we natuurlijk vanaf. Precies. Allemaal even arm. Agenda 2030. Behalve natuurlijk niet allemaal, maar in ieder geval het gebeurt Allemaal even aan. En Rijksambtenaren krijgen flinke loonstijgingen. Een eenmalig bedrag van 2300 euro. Loonsvolging 8,5%, 50 euro per maand erbij. En daarnaast 2300 euro ter compensatie van de inflatie. Nou, wat dit is, Willem, dit is wat je noemt. Uh, het afkopen, de dertig zilverlingen voor al die rijksambtenaren, die eigenlijk met gewetensbezwaren zitten bij het uh, criminele beleid wat ze uitvoeren, het terroriseren van de burger. En ik denk dat het niet voor niks komt. Hè. Dus er speelt iets op de achtergrond, men is bang de loyaliteit van de ambtenaren te verliezen. Nou, wat doe je dan? Je geeft ze een zak geld. We hebben dat in, uh, de, Duitsland? Tijdens de, ja. in Duitsland, tijdens die enorme energieprijsverhogingen. Uh, toen heeft men de ambtenaren een uh, extraatje van 10.000 euro toegestopt. Want er dreigde een uh, opstand uit te breken onder de ambtenaren. En als ambtenaren niet meer doen wat hun gezegd wordt. Kijk, dan stopt alles inderdaad. Hè. Wij kunnen van buiten kunnen wij weinig doen, want, uh, maar van binnen zij kunnen wel zand in de machine strooien. En om dat te voorkomen, moet er flink met geld gestrooid worden. Maar je moet het niet zien als corruptie. Dit is uh, corruptie. <laughs> Ik weet niet of het corruptie is. Kijk, het is ook een vorm van prostitutie. Hè? Alleen, eh, prostituees die verkopen hun lichaam en zij verkopen hun ziel. En eh, we weten hoe het afgelopen is met Judas, met zijn 30 zilverlingen. Die heeft uiteindelijk eh, heeft hij zich, uh, heeft hij een boom gevonden, of wat, hoe was het ook alweer. En uh, dat was omdat, eh, als je gewetensbezwaren hebt... en je laat je afkopen voor een bedrag, uh, het gaat niet werken. Uiteindelijk... Uh, kan je niet leven met deze vorm van verraad? En zeker niet als je straks ziet uh, wat het resultaat is van waar jij aan meegewerkt hebt als ambtenaar. Dus mocht je als ambtenaar uh, gewetensbezwaren heb, hebben, doe er iets mee en uh, laat je niet uh, afkopen. Ingrijpend miljardenpakket voor opkoopboeren moet koude sanering veestapel voorkomen. Leuk bericht is dat, hè? moet je horen. Hè? Ja, we wilden, het, het is die valse dilemma. Ja, we willen geen koude sanering, dus we hebben nu een miljardenpakket. Wat een goed beleid. Maar waar het uiteindelijk om gaat is de hele boerenstand. Ik hoop dat die boeren dan ook eindelijk een keer gaan begrijpen. Jullie worden. Uitgeroeid. He, het einde is nabij. En uh, door op BBB te stemmen massaal. heb je het enige wat je bereikt hebt. dat het geen 2030, maar 2035 wordt. En dat je misschien toch nog ergens een beetje geld krijgt. en niet zomaar zonder meer afgepakt wordt. Maar Willem. het is een beetje vestzak-broekzak. Want uh, het is natuurlijk allemaal overheidsgeld. Het moet ergens vandaan komen. Dus bij iedereen gaat de belasting weer omhoog. En zo zie je dat uh, we worden verarmd. en dat het eigenlijk één grote onteigeningsshow is. Ja, en eigenlijk met dat betalen van belasting betaal je mee aan de, uh, aan de criminaliteit van de overheid op dit moment. Mega-subsidie tegelijkertijd voor Tata om vergroening. Waarom betalen ze niet zelf? Want dan gaat het over 0,5 tot 2 miljard euro aan subsidie om te vergroenen. Ja. Maar dus een boer nou, het is die mag zijn koeien niet houden. He, die moet zijn koeien wegdoen. Die moet stoppen. Maar Tata die krijgt een paar miljard om te vergroenen. Willem, ja. sorry. En, dat, en dat, klinkt, dat klinkt heel onlogisch. Maar bear with me. Kijk, Tata kan ook zeggen: dan produceren we niet. Uh, Nederland wordt al door de meeste grote firma's verlaten. Uh, dus zoveel heeft Nederland niet te eisen. Um, dan die subsidie. Ja, is niet een subsidie. Dat is een tegemoetkoming in de schade die wordt veroorzaakt door het beleid. Dat is wat mensen goed moeten voor, uh, uh, voorhouden. Het heeft niks met vergroening te maken. Het zijn allemaal beleidsregels om bedrijven in het faillissement te duwen. En als ja. je dan aan de goede kant staat of je hebt nog onderhandelingsruimte, dan krijg je een korting op die rooftocht. Zo moet je het zien. De grootste ammoni ammoniaktank van Nederland komt in Rotterdamse haven, de provincie, die verleent een, een vergunning. Dus nogmaals, herhaald nog een keer: die boer moet stoppen met zijn koeien. En die mag uh, geen akkerbouw meer doen en noem uh, maar op. Die mag uh, het, het veld niet bemest. Maar als je nou een uh, enorme ammoniakproducent bent, kijk, dan krijg je natuurlijk gewoon een vergunning. Het, is, het, la, het laat even zien. Het gaat niet om de boeren, eh, tenminste. Het gaat niet om ammoniak of om uh, stikstof of om CO2. Het gaat om een agenda die uitgerold wordt. Ja. En Want? meer coronadoden door vieze lucht. En dat zegt teletext, uh, de hele tekst van de NOS. Er zijn met de, in regio's met slechte luchtkwaliteit zijn meer mensen aan corona overleden. En dat blijkt uit onderzoek van RIVM, GGD en CHOR. Uh, ja, het grappige is dat ze hier redelijk dicht bij de waarheid komen. Maar ze noemen weer veehouderijen. Wat is er nou specifieker bij die veehouderijen? Dat is namelijk vaccine-induced viral shedding door al die dieren die constant geïnjecteerd worden met allerlei vaccinaties. Daardoor zijn dit nucleatiepunten van epidemieën. Maar die slechte lucht is inderdaad een punt waarop mensen hun gezondheid achteruit gaat. Ze vatbaarder zijn voor luchtweginfecties. Want of het nou influenza of corona is, dat is een bijfactor. Het gaat over severe acute respiratory infection of community-acquired pneumonia of influenza-like illness. Dat is de ziekte die wij de griep noemen. En sommige mensen krijgen daar een fixe longontsteking van. En als je al dicht bij de dood bent, dan kan het dat verspoedigen die slechte luchtkwaliteit... ondertussen mag Tata Steel blijven uitstoten... en dan gaat het niet over de CO2... maar natuurlijk alle andere stoffen die worden uitgestoten... hetzelfde over dat ammoniak gebeuren... dus eh, er is één centrale rode draad... er mag geen enkel probleem worden opgelost... want dat haalt de legitimiteit van het beleid onderuit. Ja, en dat is ook de reden dat je nooit met argumenten moet aankomen... in dit soort uh, discussies... Ja, dit vond ik wel grappig. Dit zijn vragen van uh, Kamervragen gesteld door uh, lid uh, van Houwelingen van de FVD, aan de minister voor Klimaat en Energie. En dat gaat over, uh, bent u bekend met de ambities van het World Economic Forum om zonlicht te blokkeren? En kunt u aangeven of het Nederlands kabinet op enige lijn wijze betrokken is bij de verwezenlijking van deze ambities? En nog een vraag over de gevolgen. Geoengineering. Ja. Ik heb daar binnenkort ook een uitzending over met uh, onder andere Patrick Saval. We hebben daar veel vragen over gehad. Um, dit is typisch een onderwerp waar heel veel in gebeurt. En waar helaas allerlei false flags zijn geplant in uh, de uh, gemeenschap van critici. Uh, er wordt heel veel over chemtrails gesproken. Maar ik denk dat het helemaal niet nodig is. Je hoeft alleen maar wat te mixen. In de uh, luchtvaartbrandstof om dit soort dingen te kunnen verwezenlijken. Daar heb je geen losse installaties voor nodig. Nee, en uh, het feit dat je al zeven, uh, acht maanden alleen maar grijze, grauwe lucht hebt en dat uh, en de zon bijna niet meer doorkomt, ja, het, het is in ieder geval een reden om uh, een vraag te stellen. Zeker. Um, ja, een tweet uh, van Forum voor Democratie. En uh, het is cruciaal om te, te begrijpen dat de zorgen over vaccins niet uit de lucht gegrepen zijn, maar worden onderbouwd door tal van wetenschappelijke onderzoeken. En Gideon van Meijeren komt in aanvaring met de rest van de Kamer over de dalende vaccinatiegraad. Ja, dat was een, een debat over de dalende vaccinatiegraad. Um, hilarisch debat. Ze komen bijna niet voor dat uh, het kartel zich laat verleiden tot een inhoudelijk debat. En als je dit debat bekijkt, dan snap je ook precies waarom. Het zijn totale eilskijkers en dat is nog een belediging voor een eilskijker. Ze weten niks. Ze proberen alleen maar ad hominems uit en doen net alsof alles een moreel dilemma is. Ik raad aan iedereen om dit debat te kijken, omdat je hier heel goed ziet hoe het werkt in de politiek. Wegblijven bij argumenten. Strooman-argumenten, valse dilemma's en moreel maken. Hè? De, de, de methode van Nudging en Richard Thaler ten voeten uit. En nog belangrijk, dat de hele Kamer dus aan de leiband loopt van de farmaceutische industrie. Dus het, ja. het is heel belangrijk, zij zijn lobbyisten, ons Kamerleden, onze tussen aanhalingstekens, zijn lobbyisten van de farma en niks nou. anders. En niet alleen dat, het zijn geweten, gewetenloze uh, lobbyisten. Ja. En dat ze nu hier zo op los gaan, en bijna allemaal. Dat laat zien dat die farmalobby een veel directere invloed heeft. Dus wat er nu wordt opgeroepen over Russisch geld. Ik zou die oproep willen verbreden. Ik zou van alle Kamerleden alle contacten met de farmaceutische industrie. direct of indirect, met directe of indirecte voordelen, dus tegen het licht willen houden. Ik heb namelijk aangifte gedaan tegen Veldman en Jetten, waarbij het vaststaat dat zij een farmalobby. Motie hebben ingediend. En dat gebeurt veel vaker. De corruptie is in plain sight. En dit debat was een heel mooi voorbeeld daarvan. Leeglopen uit topblokken. Een heel slecht voorteken. En dan gaat het over het vertrek van Dennis Bezems. Zijn overstap naar bouwmarkt Gamma volgt op het plotselinge afscheid van Algemeen Directeur Janine Holse. Ik wil hem even een voorspelling. Gaan wij volgende week of de week daarna de, het faillissement van Blokker uh, bespreken hier? Dat zou zomaar kunnen. Hè? Het is een race to the bottom. Er blijven alleen een paar hele grote internationale spelers over. Uh, ja, zou dat uh, Amazon zijn of een andere keten? In ieder geval voor de meeste Nederlandse bedrijven is geen plek in de wereldmarkt. En op uh, vele verzoeken, is dus een uh, tweet van That's True. Nog een, een vele verzoek, nog maar een keertje. Dit was Katsan vanmiddag bij app. Terwijl het land erachter doorweekt is, wordt er wederom niet gespuit. Waarom niet? Het waterschap geeft geen antwoord, maar ik denk dat Willem hier wel een antwoord op gaat geven. Vertel. Nou, wat we al eerder hebben gezien, eh, alles wordt ingezet om die boeren te onteigenen. Dus eh, de oogsten moeten mislukken, het land moet waardeloos worden. Eh, dit lijkt heel erg op. Die overstroming 16 juli 2021, toen het in Limburg zo fout ging. Als je niet spuit, als je de sluizen of de damdeuren niet openzet, dan kan je overstromingen veroorzaken. En dat is natuurlijk het gevolg als jij NCTV-medewerkers in de directie zet van de waterschappen. We hebben wel eens die vragen gesteld. En dat was Patricia Zorco, toch? Ja, precies. Ja. Van wat doen nou NCTV'ers bij het waterschap? He, wat heeft terrorismebestrijding en veiligheid te maken met een waterschap? Nou, hier zie je het antwoord. De indruk wekken dat er enorme crisissen zijn. En daar worden die mensen uh, voor neergezet om crisissen te veroorzaken en niet crisissen op te lossen. Energie en uh, klimaat. En een bericht, volgens mij is dat NOS, ja. Als iedereen zou leven als Nederlander, zijn er vier aardbollen nodig. We zijn drie maanden onderweg, maar als iedereen zo zou leven, dan waren alle grondstoffen voor dit jaar al op. En dat meldt dan het onderzoeksorganisatie Global Footprint Network. En dit is vandaag overshoot day. Het is, is zo'n extreem dom argument. Want in Nederland hebben wij een van de meest efficiënte landbouwen ter wereld. En wij zijn het dichtst bevolkte gebied... Op Azië na, daar zijn een paar landen die nog dichtbevolkt zijn, maar in Europa en alle andere continenten zijn wij het meest dichtbevolkt. Dus wij kunnen juist laten zien dat we met heel veel mensen op een heel klein stukje aarde uh, leven en daar genoeg voedsel produceren voor al die mensen die daar leven. Dus dit is uh, op, op bijna elk vlak een, uh, ja, een fantasieartikel. Nou ja, het is uh, dat, uh, maar blijven drammen op schaarste schuldgevoel. Hè? Mensen moeten zich schuldig voelen dat ze überhaupt leven. Eigenlijk zeggen ze van, neem even contact op met Pia Dijkstra en regel je euthanasie. Dat is uh, de oproep die hier min of meer gedaan wordt. Maar uh, wat is het fijn als je op een gegeven moment wakker wordt en denkt... Dus een overvloed aan alles wat in werkelijkheid is. Dus een overvloed aan energie. Dus een overvloed aan voedsel. Het kan niet op. We kunnen het is sterker. We kunnen nog wel vier aardbollen voeden. met de middelen die wij op deze aarde hebben. Dus je moet ook dit omdraaien. En um, ja, ik heb meelijden met al die jongeren en jeugd. die hiermee ja. hun hersenen gewassen worden. met het gevoel van eigenlijk mag ik hier niet zijn. Zo, en maar eigenlijk technisch heb ik... gezien. Zou de aarde met gemak om 100 miljard mensen kunnen herbergen? Daar ja. is geen, geen beperking precies. voor. Nee. Dat is totale nee. waanzin. Die schaarste beperking. wordt in ons hoofd gezet om uh, schuldgevoel en om uh, vooral om uh, gehoorzaamheid ja, af te dwingen. Uh, aantal vlinders neemt enorm af. Het hele systeem stort in elkaar. En is dat erg dat het aantal vlinders afneemt? Ja. Maar. Wat ze nou willen is dat je denkt: oh jee, stikstof, oh jee, CO2, maar in werkelijkheid is het: oh jee, windmolens, oh jee, 5G-masten. En oh jee, uh, waarschijnlijk uh, glyfosaat en oh jee, al die troep die ze nu weer opnieuw hebben toegestaan. Hè, het is uh, ook hier weer schuldgevoelens opwekken. Het is inderdaad zo dat het systeem in elkaar stort. Kijk, insecten zal niet snel in elkaar storten, want insectenpopulatie die herstelt altijd weer enorm snel. Maar. Uh, er is een duidelijke correlatie tussen windmolens en de afname van het aantal insecten. Dat is op zich uh, wel een feit dat het aantal insecten enorm snel aan het afnemen is. Zaterdag halen we zeker 20 graden en mogelijk nog meer. Je kan het een uh, hittepiek noemen. Een moment. Wacht even, even stop. Uh, ik heb. Ja, een hittepiek. Je kan het ook gewoon lekker weer noemen. Maar het is maar hoe je het benoemt, uh, Jeroen. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je water meeneemt in je auto. Uh, zorg dat je genoeg drinkt, want het wordt uh, 20 graden. Dan kan je wat verklappen? Het was hier gisteren nog 5, 36 graden. En eigenlijk uh, bevalt het me heel goed, die hitte. Dus uh, ook weer onder de categorie uh, Buffeldam with Bullshit. Een tweet van Ferdinand Meuwers als antwoord op Suzanne van GroenLinks. U verspreidt desinformatie, de koralen zijn hersteld en kenden een recordgroei. Ik neem aan uh, dat u slecht wordt geïnformeerd en niet bewust leugens verkoopt. Nou, ik neem, ik weet niet of dat een juiste aanname is. Jawel, is kijk, Suzanne is, is uitzonderlijk dom. Dus daar kan het echt wel waar zijn dat ze geen idee heeft dat ze gewoon onzin staat uit te slaan. Ja, maar op een gegeven moment gaat domheid ook over in schuld hoor. Als je zo dom bent eh, en dan, hoe eh, zeg je dat, en dan dit soort dingen met volle overtuiging gaat verkondigen. Je hebt ook een plicht op een gegeven moment. Zelfs als je dom bent, heb je een plicht. Nou om, ja, ik, het ik, ik weet doen. het echt niet in dit geval. Ik weet nog, vorig jaar had Suzanne een. Uh, posten ze een wetenschappelijk artikel, of in ieder geval, zij dacht dat het een wetenschappelijk artikel was. over dat er al uh, zes planetaire barrières uh, overschreden werden. En toen heb ik daar haar feedback gegeven. Maar het, het hele punt is, ze had geen idee waar het artikel eigenlijk over ging. Ze, ze, ze vond dat er leuke plaatjes in stonden, dus heeft ze het gepost. omdat ze het eens was met de kreet van de titel. Klimaatalarmwetenschappers zijn in paniek. Dat Noordpoolijs wil maar niet uh, verdwijnen. Um, ja, Willem. Ja, um, ik weet nog goed, ja, niet omdat ik toen maar daarvoor bewust van was, maar wel omdat we daar de laatste paar jaar mee bezig zijn geweest, dat uh, midden jaren 60 en ook nog jaren 70 er werd gewaarschuwd voor een nieuwe ijstijd. He, zolang ja. het maar alarmistisch was. En toen dat uitbleef en toen het toch weer iets op te warmen, toen ging iedereen weer gillen: van ja, er komt global warming aan. En nu blijft dat weer uit. En waar het eigenlijk op neerkomt: elke 22 jaar dan polt de zon om. En dat heeft invloed op ons klimaat. Zo simpel is het. Ja, tot 1,2 miljoen aan boetes voor het binnenrijden in Madrid bij de low Ultra low emission zone of de Spaanse versie daarvan, zijn illegaal en moeten dus, eh, zijn dus nu appellabel. Dat betekent dus, ze hadden die boetes dus nooit mogen opleggen. Overigens is dit iets wat in Nederland eh, ook een discussie is. Ik heb dat eh, meegemaakt met die taxi's. Je kan niet zomaar auto's gaan bannen uit eh, het stadcentrum op basis, zeker een gemeente niet. Dus ja, Willem. Ja, interessant hè, dat het euh, eigenlijk een beetje dezelfde werking heeft als met die uh, prikdwang. Het is helemaal niet zo dat ze het echt willen dat je minder uitstoot. Het is allemaal het onder controle brengen, het op kosten jagen, het afgeven van je privacy, het afgeven van je bezit. Uh, puur het onder controle het, brengen. Het, dat is het echte het, doel. Ja. Het kapotmaken van ondernemingen, vooral. Hè? Want dit treft vooral middenstandsondernemers, loodgieters, noem maar op. Die moeten een elektrische auto gaan kopen. En voordat ze een elektrische auto uh, terugverdiend hebben, ja, dat, dat rijd je niet. En die middelen heb je ook niet als middenstander. Dus het, dit is een frontale aanval uh, op de, uh, vooral de middenstand. En onderzoekers vinden methoden om CO2 om te zetten in klimaatvriendelijke uh, brandstof. Ja, dit is iets wat, dat is helemaal geen nieuws. Uh, Bill Gates is al jarenlang bezig met enorme ventilatoren die CO2 uit de lucht uh, filteren. Het is een duivelse, uh, natuurlijk een duivelse idee. Maar uh, ik heb hier grote vraagtekens bij, uh, Willem. Ik kan ja. me voorstellen dat ook dit een hoax is. Het is absoluut een hoax. Maar het is een beetje hetzelfde als met dat waterstof en de zonne-energie. Je betaalt eerst om het aan te leggen. Dan betaal je nog een extra tax. En dan als je het teruglevert of terugkoopt, uh, betaal je er ook weer tax over. Het is allemaal een, een, een hele bijzondere manier om jouw geld afhandig te maken. Kijk, weet je wat het meest efficiënte systeem is ter aarde om CO2 om te zetten in brandstof? Planten. En we kunnen planten, zeker als ze houtvormig zijn, gewoon... Opstoken. Dat doen we dan ook hier in Portugal heel veel. Dan hebben we nog heel veel op hout. Hè. We koken op hout en een, uh, warm het water op op hout. En daarmee zit je al in een circulair uh, systeem? Hey, ja. Want je verbrandt het, je stoot weer nieuwe CO2 uit, daar gaan de planten weer beter van groeien. Maar goed, dan moet die hele CO2 moet het er helemaal niet eens meer over hebben. Het is hartstikke goed, dus hoe meer uh, olie je verbrandt, hoe beter, hoe mooier en groener de aarde wordt. En van olie en gas, we ook al vaker behandeld: er is genoeg uh, olie en gas op de aarde voor iedereen om uh, niet zuinig te hoeven doen. Warmtenet wordt onaantrekkelijk. In Nego trekt de stekker eruit voor het collectief Warmtenet in Utrecht. Want ze is bang dat uh, uh, energie onbetaalbaar wordt voor bewoners. De stap volgt op recente discussies over de vraag of huishoudens op kosten worden gejaagd. door aansluiting op stadsverwarming. Willem, wat zie jij hierin? Ja, dat, uh, die stadsverwarming. Uh, dat was natuurlijk al, hè, dat hele warmtenet was al dead on arrival het hele warmtepompverhaal, het is uh, nooit echt bedoeld om te slagen. Nee, het is uh, mensen op kosten jagen, mensen uh, in de problemen afhankelijk maken, noem maar op, past erin. En er is een tweet van Poont. En die zegt, de overheid belooft dat burgers niet zouden merken... van de verplichte overstap van gas op het warmtenet. Het tegendeel blijft en blijkt waar. Mensen krijgen torenhoge rekeningen. En wie vult zijn zakken? Dus miljardenconcernen, wat een Maar, daar staat er een plaatje bij. En daar staat, ik sla Rob Jetten zijn tandjes eruit. Ja, dat en... is opruiming. Dus uh, deze persoon wordt waarschijnlijk vervolgd. Maar even alle gekken op een stokje. Iedereen snapt dat dit uh, figuurlijk bedoeld is... Uh, Robjette is natuurlijk een clear en uh, die heeft mensen voorgelogen. Dus dat mensen daar boos over worden, is terecht. Aan de andere kant, Robjette is ook maar een acteur die hiervoor wordt ingezet. Hè? Ja, en het heeft ook wel iets uh, liefs als je het hebt over zijn tandjes. Hè? Dat heeft ook iets liefkozends. Dus, maar de moraal ik ook... van het verhaal is: we hebben het jaren geleden al gezegd. Jongens, let op: dit is een scam, je wordt beroofd en dat wordt nu bevestigd. Ja, precies. En de inefficiënte uh, tra uh, transport van windenergie van Schotland naar Engeland veroorzaakt miljarden aan kosten. Het probleem met windenergie is altijd dat stroom niet daar geproduceerd wordt waar men het nodig heeft. En dat is ook bij de Britten zo. En dat kost de verbruiker uiteindelijk een heel veel geld op zijn stroomrekening. Kijk Willem, dit is hetzelfde wat we in Duitsland zien. Dat in Noord-Duitsland is er een enorme hoeveelheid windenergie. Want dat is helemaal volgepland met windmolens. En in het zuiden, eh, als de, die windenergie nodig is, hè, dan is juist in het zuiden... Uh, is die niet beschikbaar. En het kost ook Duitsland miljarden om dat, uh, die dat te, te, te vervoeren naar het zuiden, want die mogelijkheden zijn er nog niet. Um, het is overal hetzelfde. Die, dat windenergie, het is, een, uh, het is ook een hoax. En um, binnen een paar jaar ben ik bang, of ben ik bang. Uh, ik heb de hoop dat er over een aantal jaren hier geen windmolen meer uh, te zien zal zijn. Ja, de klimaat en de geschiedenis. Willem, wat, uh, wat is dit? Ja, dit is een, uh, een leuk plaatje over uh, hoe de temperatuur schommelt. En we zien dat we nu niet in een extreem warme periode zitten. Um, ja, uh, iets van 11.000 jaar geleden, toen eindigde de ijstijd. Maar sindsdien hebben we schommelingen. En uh, de kleine ijstijd is hier ook nog opgenomen. En de warme periode in de middeleeuwen. Oftewel. Die schommeling die we nu meemaken, is uh, volledig zoals verwacht. Daar is niks geks aan. En zeker niet CO2 gedreven. Hè? Want in al die andere schommelingen heeft CO2 geen enkele rol gespeeld. Dan gaan we naar de volgende. En het grappige is dat er steeds meer bewijs komt. Het artikel na artikel wordt nu gepubliceerd. Uh, dat het inderdaad uh, een hoax is. CO2 is helemaal geen driver van global warming. Het is debunked. Dus uh, helaas, sorry voor de mensen die nog in de CO2 Sinterklaas geloofden, uh, hij bestaat niet echt. Ja, maar uh, dan zien we hier um, uh, van de, de IPCC. Eh, dat is de aandrijver van die zogenaamde klimaat uh, Action. International And Panel for Climate Change. Ja, en uh, wat staat er nou in een, uh, wat is dit een voorstel uh, voor een, uh, speaking points? En dan staat er in de comment, staat, er is geen hard bewijs voor de, uh, uh, voor de versnelling van de stijging van de zeespiegel. Um, en uh, dus dat stijgt al anderhalf tot twee millimeter per jaar, zonder dat het sneller gaat. En er is ook geen bewijs. Dat de, dat de menselijke uitstoot van CO2 de main uh, driver is van uh, die stijging. Maar het leuke is, daar staat er dus daarachter, uh, Dat is niet uh, van toepassing en we halen dit, deze bullet point halen we weg om dus die uh, om, om de hoe heet het te verkorten die uh, ja. Presentatie. heeft het mee te maken. Zo'n IPCC-rapport, daar wordt heel uh, gewichtig over gedaan. Want er staat dan heel veel uh, review-materiaal in van wetenschappers. Maar er staat ook een stukje in voor beleidsmakers: dat is dus de, de samenvatting voor policymakers. En, en dit slaat erop. Ja, we moeten die beleidsmakers niet gaan lastigvallen met feiten. Zij moeten een narratief ja. krijgen waar ze beleid mee kunnen maken. Ja, maar als je het wil verkorten, lijkt me dat je deze opmerking als enige kan gebruiken en de, weg, en de rest juist kan weglaten. Hè? En we gaan verder met uh, propaganda en censuur. Ja, Poetin, Willem, dit zegt nu.nl: Poetin wil jou beïnvloeden. En dit is waarom en wat jij daartegen kan doen. En net als raket en granaten is desinformatie een onmisbaar wapen voor Rusland. En dat maakt het precies. Voor de NAVO. Zo... Kijk, ik nee. wil eens even op het hart drukken. De NAVO is heel goed. Die zou dit soort dingen nooit doen. Ja, en je hebt dit artikel vastgelezen. En wat kan jij daar nou tegen doen dat Poetin jou niet meer kan beïnvloeden? Willem? Heb je dat gelezen? Uh, ja, het gelegen? komt erop neer dat je je altijd uh, moet houden aan de officiële bronnen. Dus lees alleen de nu.nl of kijk alleen de nos. Want daar wordt verteld hoe, Poetin, hoe slecht Poetin is, en dan komt het goed. Ja, want. Onthou, en je moet vooral onthouden, eh, alleen Poetin die doet aan propaganda. En daar doen wij natuurlijk helemaal niets mee. Daar willen we niets mee te maken hebben. Eh, maar we blijven toch bij de NOS. En nu ook mens besmet met vogelgriep in Texas. Eh, dat is de zoonose waar eh, mevrouw Koopman, hoe heet ze. Ja. Uh, Marion Koopmans, uh, dat is haar stokpaardje, die zoonosis, hè? We hadden eerder al de wasbeer, of wat was het? Uh... Ja, het wasbeerhondje en de pangolin. En weet je, het is wel grappig, je krijgt allemaal nieuwe dierennamen, uh, krijg je. Uh, maar zo moet je het ook zien. Dit is meer uh, Sesamstraat, hè? dit is. Uh, of Donald Duck, kan je het ook mee vergelijken? Ja, maar daar blijft het niet bij. is dus, uh, de vogelgriep. En die is nu ook bij een, uh, bevestigd bij een, uh, een, een melkveehouderij. Maar het is tegelijkertijd ook een kat positief bevonden. Dus laten we nou drie, eh, vliegen zeg je een dat? drie vliegen in één klap. En we moeten dus dat melkvee uitroeien. En we moeten natuurlijk de rest van het vee uitroeien. Maar laten we ook gelijk de huisdieren even meenemen, want daar willen we namelijk ook vanaf. Hey, dat is ook, daar hebben we vaker over gehad. Die huisdieren, dat moet ook maar niet meer. Ja, dat is helemaal in de <laughs> lijn van One Health. Dus die vogelgriep is een, uh, hoe noem je dat? Dat is de volgende om alle vee permanent en veelvuldig in te spuiten met mRNA. Want als de mens het weigert, dan gaan we het wel via de dieren toepassen. Ja. ja, en dit is ook weer een, een, een opmerkelijke. Inmiddels staat vast dat alleen natuurlijke immuniteit iets kan doen, dat die prikjes schandalig zijn mislukt. Gelukkig zijn ze nooit nodig geweest, want er is geen ernstige pandemie geweest. Maar je kan wel immuun worden voor een luchtweginfectie. En dat duurt dan gemiddeld drie jaar. En dan uh, bij influenza en corona zou je dan weer geïnfecteerd kunnen raken. Maar. Instagram, het fascistisch bedrijf van Zuckerberg, die blokt dat nog steeds. En wat ik daar relevant aan vind, is dat we er nog niet van af zijn. Zij willen hier nog mee doorgaan. Hoe gek het ook klinkt, omdat het verhaal nog volledig ontmaskerd is. Zeker met de RKI-files, waar we het later nog over gaan hebben. Um, het is eendimensionaal. Alleen maar rechtuit. Mensen moeten accepteren dat ze nou elke drie maanden een update krijgen in de vorm van een vaccin tussen aanhalingstekens. En wil je mij melden bij de inspectie gezondheidszorg en vooral je gang en vraag het anders de zoveelste low life Klaas van Dijk postduif expert. Die doet het graag voor je omdat hij niets liever doet dan klachtenbrieven schrijven over mensen ja. die iets anders ja. vinden dan hij. Ja, we hebben het hier vorige week over gehad. En toen kreeg ik eh, daarna weer allerlei berichten. Klaas van Dijk is een hele rare snuiter. Eh, Postduifexpert, dat geloof ik direct. Maar hij is ook een professionele troll. Want we hadden al eh, Rogier Lauwe. Eh, eh, maar ook dus Els van Veen. En ga ze maar door. Bijna elke wetenschapper of arts die zich kritisch heeft uitgesproken. Lauwens Buis, eh, noem maar op. Uh, die wordt lastiggevallen gevallen en daar worden klachten gemaakt door Klaas van Dijk. Dit is een beetje de dikke boomstalker van de wetenschap. Of van Ik wou net zeggen, dit is misschien zijn buurman of ze hebben dezelfde werkgever. Dat kan natuurlijk allebei. En dit is een tweet van uh, WNL vandaag. Huisarts uh, dokter Guven Viers uh, in, in De Haagse Schilderswijk maakt zich zorgen over de dalende vaccinatiegraad. Ik heb het gevoel dat jonge ouders desinformatie krijgen. Acht op de tien keer is sociale media de boosdoeners. Ja, op zich. Ben ik het er mee eens als je kijkt naar hoeveel de overheid via sociale media aan het zenden is en propaganda aan het verkondigen is? Uh, ze bedoelen het waarschijnlijk andersom, maar de realiteit is dat er maar één aanwijzbare directe reden is, een causaliteit, namelijk het misdadige en bedriegelijke beleid van de overheid. Daardoor is men het vertrouwen in de prikjes verloren. Je hoeft niet verder te kijken, je hoeft er geen zon mee onderzoek voor te doen. Iedereen kan dit op zijn vingers natellen. En ze weten het zelf natuurlijk ook. Ja, en dan komt Ted van Essen weer van stal. Een vaccinatie tegen mazelen doe je niet alleen voor jezelf. Want dan vertelt hij, toen hij als huisarts had zijn zoon als een van de eerste in 1976 een inhaalvaccin daar tegen gekregen. En hij kwam als beginnend dokter nog uh, regelmatig kinderen met mazelen uh, tegen. Nou, Willem, ik heb uh, wel gesteld, ik heb zelf ook mazelen gehad vroeger. En dat was inderdaad uh, heel, heel erg. Want je moest dan uh, stripboekjes lezen en in bed blijven. En uh, kopjes thee en koekjes uh, van, van je moeder uh, consumeren. Maar Ted van Essen vindt dat kennelijk uh, verschrikkelijk, die kinderziektes. Ik moet nog even bij zeggen: Ted van Essen is geen arts, maar propagandist. En. Uh... Hij doet wel eens wat medisch. Hè? Zo moeten we het uh, duiden. Hij is namelijk lid van de DenkTank Desinformatie. Even de disclaimer erbij. Ja, maar volgens dit stuk uh, overlijden jaarlijks 800.000 kinderen aan mazelen. Ik heb daar ook een keer ingedoken bij de WHO op de website. Um, kijk, overlijden ze aan mazelen, Willem? Of overlijden ze aan... Um, omdat ze überhaupt Om de al... Ondervoeding, slechte, slechte uh, omstandigheden... Precious, Hygiëne, geen toegang ja. tot uh, schoon drinkwater. Maar iedereen ja. weet dit eigenlijk al: die vaccins, als ze al in sommige gevallen wat hebben toegevoegd, dan was het een, een, een minimale toevoeging ten opzichte van die hele grote veranderingen van uh, goede hygiëne, toegang tot, uh, tot schoon uh, drinkwater en genoeg eten. Maar ja, wat is er nou makkelijker dan wereldproblemen oplossen met een spuitje... in plaats dat je mensen fatsoenlijk water verzorgt... en zorgt dat ze fatsoenlijk te eten hebben... hoef je ze alleen maar een prikje te zetten. Hè? En Willem Engel is een smerige schoft. En dat is dan een tweet van uh, Arts Inspector. En dan... Uh, ja, dat Nico Kjerpstra op... is dus ook zo'n troll. En uh, uh, die, die, die retweet dan weer dikke boom... En Dikkeboom zegt, opruier Willem Engel, veel smeriger dan deze goorloop, ga je het echt niet, nou ja, et cetera. Kijk, we zijn het gewend van zo hoor, maar waar ik zie hier wel een, een, een radicalisering plaatsvinden. Want dit was niet eens over een post die ik zelf maakte, maar ik poste een gerenommeerd uh, dokter. Ik heb alleen maar gerepost. En dat je deze overdrive ziet bij de staatstrollen, uh, daar moeten we eigenlijk alleen maar heel blij mee zijn. En ze vooral heel veel liefde en wijsheid toewensen. Ja, want op het moment dat je scheldwoorden gaat vervangen, hè, dus in plaats van argumenten, dan uh, zijn je argumenten kennelijk afwezig. Ja. Maar ook. Kees op van, dus van ja. Heugen is zogenaamd uh, wiskundige en docent. Uh, Jacob van der Veer is een van onze juristen uit ons team. Um, die uh, confronteert de wiskundeleraar met dat uh, het misschien niet zo'n goed idee is om al je feiten bij chat-GPT uh, vandaan te halen. Um, en daar reageert weer iemand uit het leger op die ook weer begint te schelden. Hè? Die begint te zeggen van uh, GG, GGZ waren nog nooit zo manifest als nu. Oftewel hij zegt uh, Jacob van der Veer is gek. Uh, als reactie op het delen van een de link. En dit artikel is een bekende. Hè? Dit is uh, waarom uh, het gentherapie is, helemaal uitgelegd volgens alle wetten. Um, en dit is LinkedIn. Dus we zien echt die radicalisatie in het hele informatiedomein, die, uh, die zet door. Mensen die zich normaal, uh, waarvan je zou kunnen verwachten dat het nette mensen zijn, zijn het absoluut niet. Ja, een tweet van uh, Tom, Tom de Nooyers. Uh, als Frederik werkelijk denkt dat, er als, dat ik uh, als NPO-presentator ben... om meer geloof in de instituties te bewerkstelligen... en dus als propagandist van het systeem te functioneren... vergeet het maar. Hij reageert op een uh, tweet van Buitenhof. En dat gaat over um, hoe heet ze, bestuursvoorzitter Frederike Leeflang van de NPO. En uh, die vindt het afschaffen van het publieke omroep... Um, dat zou de democratie niet helpen. Nou, ik denk dat het de democratie wel helpt. Maar, maar... Daarvan, hè? hoe haal je het in je hoofd als je directeur bent van de NPO? De NPO is staats uh, 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 gestuurd en betaald. Je zou een pluriform. Omroeplandschap uh, moeten nastreven. Maar dit zijn uitspraken die we ook bij Pieter Klok hebben gezien. Nee, we moeten als één man achter de overheid staan. Dit is propaganda. Ja. En een, uh, een tweet over Lia Thomas, die is. mag niet meedoen 2024 bij de Olympische Spelen in uh, Parijs. En Lia Thomas. Is eigenlijk een man. En, ja. en ik weet niet in hoeverre zij is omgebouwd, maar dat, dat, daarmee word je natuurlijk niet een vrouw. En het, het is positief uh, dat uh, uh, hij niet mee mag doen. Uh, als, als mensen zich echt zo uh, anders voelen, dan stel ik voor dat er gewoon een derde categorie wordt gemaakt en die delen we dan in bij de Paralympics. GELACH <laughs> In 2023 meer dan 5.000 uh, sexchanges zijn geregistreerd, dus in beide, uh, hoe noem je dat het GBA, hè? dus dat mensen daar hun, uh, hun geslacht hebben laten veranderen in een paspoort. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is een bericht uit Spanje en dit is vind ik wel een zorgwekkend bericht, want het betekent dat die hele gekte, die hele Propaganda wel werkt, want ik meen dat het een meer dan verdrievoudiging is van uh, Het gaat Heng. van 1500 ongeveer naar 5000 ja, in een paar jaar. Ja. En dat laat zien dat uh, mensen die vatbaar zijn voor uh, propaganda, dus inderdaad uh, aangezet kunnen worden tot zelfmutilatie. En dit is op zich een heel knap stukje in de independence. En die koppelt nu klimaatverandering aan de kwetsbaarheid van Indonesische transsekswerkers. Want 93% maar liefst, dat is een heel nauwkeurig getal, van de transsekswerkers, die hebben tijdens het regenseizoen hun inkomsten zien verdwijnen. Nou kan ik me voorstellen, waarschijnlijk staan ze langs de weg en omdat het zo hard regende en zo vaak regende, kwamen er geen klanten. En waarschijnlijk hebben ze daardoor hun inkomen zien verzakken. Maar, Willem, wat veel belangrijker is, volgens mij ligt Indonesië in een tropisch gebied en is het daar altijd warm. Dus ja, hier worden toch een paar dingen door elkaar gegooid. Nou, maar het laat vooral zien dat het helemaal niet serieus genomen moet worden. Dat hele transverhaal, sommige mensen kunnen daar heel boos over worden. Ik kan er alleen maar keihard om lachen. Dit is ja. pure waanzin. Neem het niet serieus. Hè, elk mens verdient respect, alleen al om het punt dat hij mens is. Maar niet elk mens verdient het om serieus genomen te worden. Ja, en zij proberen de speld links en rechts uh, voorbij te streven met dit soort nonsens. Uh, arresteer me maar, dat zegt J.K. Rowling. En zij daagt de nieuwe hate crime laws uh, in Engeland uh, uit. Nou, zij is uh, de schrijver van uh, Harry Potter. En het is al veel in het nieuws geweest over haar uitspraak. Ik meen dat zij uh, vindt. En dat, uh, uh, ik mein, dat gaat over mannen en vrouwen. Hè? Dus dat er ja. twee geslachten zijn, volgens mij. Ja, ze vindt dat het, uh, dat het hele lhbti gebeuren eigenlijk een klap in het gezicht is van uh, feministen en van vrouwenrechten. En zo, uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat het een, uh, een paar stappen achteruit is. Uh, en dan is dit met een kwinkslag. Helaas gebeurt het wel. Mensen worden gearresteerd en worden veroordeeld. voor dit soort ridicule dingen. Dit is een mooi voorbeeld. De bondscoach van het vrouwenvoetbalteam van Spanje, die spontaan de aanvoerder een kus op de mond gaf, eh, niet gepland, misschien ongepast, maar hoe cares? Ze hadden gewonnen, hij moest aftreden, maar nu wordt hij zelfs vervolgd en dan wordt er twee en een half jaar cel geëist. Jeroen, dit is, eh, en, en daarom zeg ik, op geen Enkele manier moet je hierin meegaan, je excuus maken. Nee, je bent gewoon wie je bent en je doet wat je doet. En als andere mensen in een waanwereld willen, willen uh, leven, dan help je ze niet om daarin mee te gaan. Ja, maar er zit nog iets anders bij. Hè? Het is ook. men wil de, de omgang tussen mannen en vrouwen steeds moeilijker maken. Dat hebben we vorige keer ook al gezien met die, die, die wetswijziging die men in Nederland door wil krijgen, die moet eigenlijk een tien pagina's een contract sluiten. voordat jij besluit überhaupt richting de slaapkamer te gaan. Want anders zou je de volgende dag wel eens opgepakt kunnen worden. omdat degene waarmee je naar de slaapkamer ging, eh, zich bedacht heeft, dan moet je ook eerst even een psychiatrisch onderzoek of ze ook toerekeningsvatbaar is en weten wat ze tekent. Maar uh, even uh, kort samengevat, het gaat over het moeilijker maken, uh, om, uh, want we moeten natuurlijk geen kinderen meer krijgen en we weten ja, allemaal wat is... Een, het is ja. allemaal uit de Rutger stichting, Planned Parenthood, daar komt het vandaan en we weten dat is allemaal neomalthusianisme. En als we dachten dat we alle gekheid gehad hebben, nou, het kan nog een tandje hoger. Die zitten gewoon op de redactie. Ze, zich, ze, 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 ze lachen zich een deuk. Als ze we weer eens nieuws bedacht hebben. Want wat is dit? Een non-binair persoon die beide geslachtsorganen wil, die stapt naar de, naar de rechter. Dus het gaat hier niet om een ombouw van een man of vrouw. Nee, dit is iemand die voelt zich een 33-jarige Canadees. Die identificeert zich als non-binair. En die wil ze nu allebei hebben. Kijk, dit verwarmt mij zelfs. Want dan ben je toch juist hyperbinair als je een hermafrodiet bent. Dus deze persoon wil hermafrodiet zijn, maar wil wel gezien worden als een xje in het paspoort of zo. En, en weet je, natuurlijk neem je dit niet serieus. Dit moet je gewoon alleen maar keihard uitlachen. En de meeste kinderen die, uh, die, die, die verward zijn over een gender, die groeien daaruit. En dat blijkt uit een uh, studie van 15 jaar uh, lang en critici um, zeggen dat uh, trans zijn. Is een normale fase voor kinderen. Ja, en als je dan die kinderen verbouwt voordat ze überhaupt eruit gegroeid zijn. Ja, dan krijg je later allemaal spijt op tante. En dan zitten ze en een, met een verwoest lichaam. en een verwoeste geest. Het is natuurlijk. En ze zijn onvluchtbaar. En dat was eigenlijk het doel. Dat was natuurlijk de, uh, uh, de echte bedoeling. Ja, um, wat is dit, Willem? Ja, wat we in Schotland zien, zien we overal. Uh, ook in Polen. En ik weet nog, en dat is jaren geleden, ik denk dat dat 2003 was of zo, we hadden een congres uh, uh, ergens in Twente. En toen was er een Poolse hoogleraar. Uh, en die moest keihard lachen dat er een andere, uh, een, een Nederlander die dan uh, hoogleraar in Warwick was, uh, het had over zijn uh, homoseksualiteit. Uh, en die meende dat oprecht. En die werd natuurlijk door de, door de groep in, uh, waarmee we waren een beetje. Uh, terecht gewezen van, joh, wat, wat is er dan gek aan? Iemand kan toch homofiel zijn? Uh, maar dat was Polen, hè, de, de, de intellectuelen uit Polen, tien jaar geleden, die, die, die dachten dat uh, homofielen niet bestonden zo ongeveer. En nu zou er dan een wet komen in conservatief Polen, dat je drie jaar cel krijgt, als je LGHBTI zou uh, beledigen. beledigen. Nou, als de letter van de wet zouden volgen... dan kan ik je voorspellen dat drie kwart van Polen de cel in moet. Hakenkruizen en naziteksten gekalkt op muur in Westerbork. En dan zien we een foto waar een enorme de hakenkruis uh, is geschilderd... Uh, en een hoop vernielingen zijn aangedaan. Ja, ik zag dit alweer rondgaan bij de, de Usual Suspects. Uh, Mirjam Bikker, die was natuurlijk ook schande aan de schande, schande, schande aan het spreken. Maar dit is natuurlijk... Kijk, de projector is denk ik kapot, Willem. Ja, want was... kunnen we inzoomen? Want volgens mij zie ik daar onder dat witte bolletje... Uh, de handtekening van Nikki Sterkenboom staan. <laughs> Dit is. <laughs> Dit is NCTV. Of... Of... Ja, Kijk, die, dat antisemitismeverhaal. Het is een totaal verzonnen, onzinverhaal. En er is eigenlijk alleen maar één ding bedoeld. En dat is bedoeld om de, om, uh, de, de, de zionisten. Uh, om die uh, te vrijwaren, de vrijwaren. van kritiek. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. En uh, dit is natuurlijk. Het speelt helemaal niet, antisemitisme in de samenleving. Nou, nee, aan... nee, dat Echt. ben ik niet helemaal met je eens. Het wordt gecreëerd door dit soort false flags. Dit ja. is wat antisemitisme creëert. NCTV, die een schilder inhuurt en zegt: van kan je dit even op de muur kalken? En dan komt er een fotograaf van, in dit geval uh, de Telegraaf, aan. En zo uh, zetten we dat dan in elkaar. En ja, Dit is en een uh, letterlijke ik, uh, false flag. Een... Ja, eh, Erasmusbrug, eh, de, de Anne Frankhuis. Bolpen, wacht, op Anne Frankhuis, pen. ja precies. Ja, al onzin. Ja. Zuid-Afrika die publiceert nu uh, regel, nieuwe regelingen om uh, de uh, hoe heet het, vrijheid van meningsuiting online uh, te reguleren. Uh, in uitzicht op de verkiezingen die eraan gaan komen. Ja, dit zien we wereldwijd, uh, Willem. Men is bang voor die verkiezingen die komen. Ja, we zien dus een paar kernpunten. Eén is dat LHBTI-verhaal om mensen de mond te snoeren en ze te beletten van, uh, om zich uh, voor te planten. Een andere is Russia, Russia, Russia. Dat hebben ze bij Trump geprobeerd. Daar zijn ze niet voor afgestraft, dus daar gaan ze nog even mee door. Maar het gevoeligste is natuurlijk de democratie zelf. Want mensen zullen maar eens een mening geven die populair is bij de kiezer, dan kunnen ze zomaar gekozen worden, dat is niet de bedoeling. En Noord-Europa die gaat uh, sociale netwerken uh, afschermen, hoe noem je dat, uh, uh, zuiveren. Ja, voor de verkiezingen. En dan gaan we over platforms met meer dan 45 actieve gebruikers. Ja, dit is de uitwerking, hè, de toepassing van de DSA. en de de Digital Marketing Law. Ja, DML, ja, de Digital Marketing, ja. uh, Marketing Law. Ja. Dus nu zien dus maar we het vervolg daarop... en wat ze er eigenlijk mee van plan zijn. Het grappige is dat ze in een spagaat zitten... want politici... Die kunnen alleen maar op Twitter. Hè. Ze zijn te dom om iets anders te kunnen doen. Dus dat tweeten, dat lukt nog net. Meestal hebben ze nog een woordvoerder die ze dan corrigeert. Um, maar als we dat podium wegnemen, omdat Twitter, uh, een, een, als we naar de volgende slide gaan, volgens, uh, uh, volgens Elon zit helemaal vol met bots en trolls. Maar ja, die politici die hebben geen organisch bereik. Dat is allemaal gekocht. Dus als die bots en trolls nou van Twitter worden gehaald. Dan ja. wordt het heel duidelijk dat mensen als uh, De Jonge of Rutte uh, 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 misschien drie volgers hebben die, die echt bestaan. En dan valt dat propagandakanaal een beetje in het water. En dan komen we bij de laatste in de serie, Twitter of X. Um, dan moeten we het gewoon uh, zwart maken. En dan, uh, dit luidt: X verliest culturele relevantie en wordt de rechtse echoput. Uh, nee, uh, als je zelf. Uh, extreem links bent... dan ziet alles er uh, als rechts... echt al put naast je uit. <laughs> ja, het... het, het, het is gebruik, een... Maar ook... het gebruik neemt af... en ik denk dat die daling uh, doorzet. En, en dan... ja, ik, ik denk dat Twitter... de enige uh, forum is waar nog... Daadwerkelijk gediscussieerd wordt. Want Facebook en zo heeft volgens mij een totaal aan relevantie verloren, wat dat betreft. Ja, het is heel grappig. Het gebruik neemt af. We hebben dat uh, een half jaar geleden laten zien. Nee, Twitter neemt toe. Al die andere platformen waar extreme censuur is, neemt enorm af. Niet alleen qua gebruikers, maar ook qua traffic. Dus uh, ja, liegen, liegen, liegen. Gaan we naar de oude hoeds? Ja. Ja, dit is een bericht wat we natuurlijk al heel vaak hebben aangehaald. Namelijk dat op 28 februari 2020, vlak voordat de maatregelen begonnen. Eh, het RIVM eh, vrij nuchter was. En zei van ja, het sterftecijfer heeft eh, veel gelijkenis met eh, de gewone griep. Oh, eentje terug. En eh, ja, er is dus eigenlijk niet zoveel aan de hand. En dat hebben we ook eh, veelvuldig laten zien met die eh, inlichtingen van de Tweede Kamer. van Dissel tot en met 28 februari was er niks aan de hand en opeens gebeurde er wat. En dan moeten we ook kijken naar de Health Security Committee van de EU. Daar komen dus al die protocollen vandaan. Nou, die ja, zit... want even, als we nog even teruggaan in die tijd, hè, ik heb dat uh, destijds ook vaker laten zien, dat Van Dissel zei zelfs, van kijk even naar die uh, griepepidemie uh, in 2008. 17 of 18, toen was zelfs de IFR tot 1 procent. Dat liet hij weten. En ik meen dat hij dat in januari al gezegd heeft. Totdat op een gegeven moment, half maart, alle uh, stoppen los moesten. Ja, en dan kijken we naar een expert uh, adviespanel. Omdat Health uh, Security Committee. Uh, voor Europa te helpen. En dat is dan een beetje het uh, OMT van Europa. Daarmee moet je het HSC vergelijken. Nou, wie adviseren dat? En dan komen we een paar namen tegen die we wel vaker tegen zijn gekomen: Marion Koopmans natuurlijk, hè? de Spiderwoman, die overal wel een pootje in heeft zitten. Um, maar ook Christian Drosten en Wieler. Nou, die zijn toevallig net in opspraak geraakt met de RKI-papers of nog verder onder vuur komen te liggen. Het is weer de usual suspects. Ja, en, allemaal, en nog een keer, zijn allemaal uh, dierenartsen. Hè? Ja, ook heel opvallend. En dan gaan we naar weer een volgende. Want wie zitten er dan in die HSC? Dan kijken we Vonderleien en Kiriakides. En dat zijn ook al verdachten. Dus het groepje het is heel klein eigenlijk. Het is lekker overzichtelijk. Dat is ook ja. goed voor later, zullen we maar zeggen. Nou ja, dus als je een uh, arrestatie team hè, van de politie, als die deze mensen zou oppakken, dan zou in één keer um, zou er een hele grote stap richting normaliteit gemaakt zijn. Ja, je zou enorm uh, veel pandemieën kunnen voorkomen daarmee. Maar wat we links zien, hè, als we nog één slide teruggaan, is dat er Europa breed, en eigenlijk kan je even zeggen wereldwijd, uh, alle medici en epidemiologen tegen het sluiten van scholen waren. En nogal sceptisch over het dragen van mondkapjes en social distancing. Uh, opmerkelijk, hè? Dan hebben we het over het uh, Europese CDC, 14 maart 2020... Ja, maar dat zijn maatregelen, komen straks ook nog, als we bij de RKI-papers komen, komen we daar op terug. Kijk, het zijn maatregelen bedacht door sadisten. Die hebben daar een obsessie van, iedereen moet een mondkapje op en scholen moeten dicht en kinderen moeten gepeinigd worden. Ja, en dit gaat over de onderbouwing van die anderhalve meter en dit is een bericht van een e-mail van 18 september 2020 Adviesaanvraag RUVM over veilige afstand. En dan wordt er even aan... hebben, want we, we zitten dan al een half jaar onder de tyrannie via de noodverordeningen. En dan zijn ze nog steeds bezig om te bedelen bij het RIVM. hebben jullie nou niet een stuk, hebben jullie niet een wetenschappelijk onderzoek? Kunnen we iets zeggen over die anderhalve meter? Ja, en dan staat er ook in het kabinet wil de ANVB graag binnenkort voorleggen aan de uh, afdeling advisering van de Raad van State en het vervolgens vol aan het parlement. De onderbouwing daarvan ontvang ik graag... het actuele advies over nut en noodzaak van veilige afstand. Dan herinner ik me nog even aan meneer Haringhuizen. Wat zei hij tijdens de rechtszaak in... Uh, een, wanneer was het? 31 augustus uh, 2020? In 25, 24 20, 20, augustus 2020. Ja, in -20. precies. En dan zei hij van ja. nee, daar is geen bewijs voor. En, en zijn uh, baas, of zijn voormalig baas, uh, Roel Coutinho... die had het ook al gezegd uh, begin augustus... 2020, van ja, daar is geen bewijs voor. En dat gaat er waarschijnlijk ook nooit komen. En daar was hij nog accurater in dan dat hij zelf al dacht. Ja, en hier zie je een radeloos uh, mailtje. Waarin dus uh, hij zegt: Ja, maar hier kunnen we als LCI niets mee. Ik heb gevraagd aan de EPI om dat te onderbouwen. Dus. Uh, effect social distancing op uitbraak. De deadline is morgen. Dit is niet te doen. Het laat ook zien, er was geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. Het waren de onder... allemaal... Hieronder ja. is ook leuk. Zoals je weet is harde wetenschappelijke onderbouwing voor de anderhalve meter bescheiden. Ik denk dat internationale adviezen in vergelijking met andere landen om ons heen nog wel eens een belangrijk toegevoegd argument is. Ja, dit is heel eufemistisch om te zeggen. We hebben geen enkel artikel dat we kunnen aandragen dat het zou kunnen bewijzen. Maar ondertussen is de hele samenleving eh, is kapot gemaakt met die anderhalve meter. Denk aan alle restaurants, al die mensen die, uh, hoeveel mensen er dan maar binnen mochten. Hele, ook op scholen, noem maar op. En nogmaals, dat was dus geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor. En dan hebben we al die rechters, iedereen die daarin mee is gegaan. Nou, het is in ieder geval uh, mooi uh, voor later. Um, ja, dit is een. Uh, en een ambtenaar die heeft een, uh, een, een nieuwe baan, Willem. Uh, waar is hij ja, aan de slag gegaan? Ja, nou, die, die is aan de slag gegaan uh, bij het World Economic Forum. Uh, en uh, die merkt op... Fijn dat je ook mailt naar mijn forumadres. Uh, mijn, Europees, of, uh, mijn economische zaken. E-mail houd ik niet regelmatig bij. Ja, je, je gebruikt natuurlijk het e-mailadres... waarbij je uh, uh, van de werkgever... die uh, uh, het meeste werk geeft. Dus uh, heel logisch. Ja, dit gaat over supermarkten. Um... Aldi, Dirk, Lidl Plus. Nou, wat hebben ze allemaal uh, gemeen? En ook de, de verder ook Ecoplaza, Jumbo en Albertijn. Ze hebben allemaal als doelstelling in 2030 een eiwitverhouding van 60% plantaardig en 40% dierlijk te realiseren. Met als tussendoelstelling in 2025 een verhouding van 50-50. Dus deze supermarkten die hebben een bond gesloten. Hè? Die uh, dienen niet meer onze belangen om uh, producten te leveren die de consument wil. Nee, ze gaan producten leveren die van bovenaf bepaald worden. En dan met name door het WEF. Want ze zijn, het zijn allemaal WEF partners, uh, ook deze bedrijven. En het zijn propagandisten, het zijn uh, bedrijven die een agenda uitvoeren. En het zijn bedrijven die niet de belangen van ons als consument dienen. En sterker, zelfs tegen onze belangen. In gaan. We hebben er vaak over gehad. We hebben het gezien met die gigantische prijsstijgingen die van de ene op de andere dag collectief werden doorgevoerd. Ze mochten hun zakken vullen. Ze hebben op kosten op de rug van miljoenen Nederlanders die hun boodschappen niet meer kunnen betalen, hebben ze hun zakken mogen vullen. En mocht er ooit een draai komen, deze bedrijven behoren onteigend te worden. En dat zeg ik niet. Uh, gra, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, Scherzend? Nee. Dit zijn misdadigers. Deze bedrijven. Uh, ja. Wat is dit, uh, Willem? Ja, uh, er wordt natuurlijk al veel langer over gespeculeerd dat het allemaal een vooropgezet plan is. Uh, daar zijn al veel stukken over naar buiten gekomen. Maar deze is toch wel opmerkelijk. Dit is een uh, e-mailwisseling tussen uh, uh, Ralph Barrick en uh, andere medewerkers van de NIH. Geloof ik ik voor de duidelijkheid: dit gaat over 8 maart 2018. Ja, 2018. Uh, je ziet Pieter Dessek zit er ook bij. Dus uh, dit gaat over gain of function. Dan uh, uh, zegt Tony tegen Ralph, Ralph Barrick. I have a couple of questions about SARS-CoV-spike glycoproteins. You are developing with respect to the DARPA grant we are collaborating on. Oh, uh, acht eventjes. Dus Barrick was in 2018 al <coughs> flink bezig met die spike proteïnen. Om te ontwikkelen. Nou, we hebben dit al eens een keer eerder laten zien in, aan de hand van uh, de uh, contracten gesloten tussen Chapel Hill, waar Ralph Barak werkt, en Moderna. En ze zijn beide patenthouder. Vorige week hebben we laten zien dat volgens mij 2 miljard is betaald aan Moderna alleen al voor dit patent. Dit is dus SARS-CoV, niet SARS-CoV-2, maar de, de SARS-CoV-spike. Dus dat wisten ze al dat ze dit wilden gaan gebruiken. Dan zou je nog kunnen zeggen, ja, toeval. Maar dan gaan we even kijken naar andere onderdelen van deze linie. Een toxic, toxicologie-report uh, van het COVID-19-vaccin. En dus BNT staat voor BioNTech. De BLA is uh, uh, Biological License Applications. Dus dit is wat BioNTech heeft ingevuld... Of aangevraagd bij de FDA. Maar en dat in de, 31, de datum, 30, precies. 31 augustus 2018. Nou, het bevestigt wat we al lang wisten, het was één grote show. Die, die vaccins, die miljarden vaccins, die stonden al klaar in de pakhuizen om uitgereden te worden. En dat hele spel, dat hele theater, wat in de Tweede Kamer, met die, met die dat, 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 dat grote festival wat georganiseerd hebben. We gaan samen een vaccin ontwerpen en we gaan dat nu doen en binnen zoveel maanden. Alles was theater. Dat is één. Dus ze, ja, ze waren de, klaar. de FDA, de producent. Maar we geven ze nog het voordeel van de twijfel. We kijken even verder naar de toeleveranciers. Maar ook hier moeten we zeggen: BioNTech die heeft al haar uh, mRNA laten onderzoeken in 2019. Ja, nou, ja, nou wordt het wel heel moeilijk om te om te blijven volhouden dat ze pas in 2020 van plan waren... en dat het helemaal nieuw was... en dat ze hals over kop een nieuw middel moesten ontwikkelen. Ja, en samen ging de wereldbevolking samenwerken... om samen de problemen op te lossen. Allemaal kul. En men, had, men had allang die... die ver voor dat zogenaamde covid, zogenaamd uitbraak... had men de zogenaamde vaccins al in het pakhuis liggen. Uh, gaan we verder met internationaal. Verkiezingen Oekraïne afgelast, zou ook ten koste gaan van eenheid bevolking. Willem, wat een goed nieuws. Ik, waarom zijn we daar niet is De winnaar van gekomen? de week. Dit is de winnaar van de week. Mensen mag ik even een geluidje in de uitzending? We gaan de democratie beschermen door haar af te schaffen. En dit is niet de speld. Dit is volgens mij RTM nieuws. Het wordt gewoon echt als nieuws gebracht. Ongelooflijk. Ja, en ik hoop dat de Ollongen hier kennis van neemt. Hè, want dat, misschien is dat ook wel leuk om in Nederland te proberen. Want die verkiezingen, Willem, dat polariseert zo erg. Dus laten we die afschaffen. Want anders gaan die verkiezingen... Hè, dan gaat dat, die, dat, dat gaat ten koste van de eenheid uh, van uh, de bevolking. Ja, en ze hebben het over president Zelensky. Maar nou, natuurlijk moet dat dictator nu zijn. En dan wordt er ook nog gezegd, het ja, kan nog jaren duren. Dus die, die verkiezingen die zijn... Uh, voor onbepaalde tijd opgeschort. In het belang van de democratie. Maar ondertussen eh, verkoopt Prins Charles zijn woning voor 20 miljoen pond aan Zelensky. Ja, dus hij is in ieder geval wel aan het uitkijken naar de tijd na eh, zijn eh, dictatorschap in Oekraïne. Dus als, hij is in ieder geval al een onderkomen aan het regelen. Hij is de volgens mij aan het volgen. Want hij plant overal vlaggetjes. We hebben ook al gezien dat hij in Florida, meen al, had, ja, had hij ook al een optrekje. Italië. Ja, Italië. Ja, dus ja. hij heeft volgens mij gekeken naar de theorie en hij is bezig om uh, te kijken. Maar ja, volgens de mij is. is het ook een uh, vereiste van al die militaire hulp. Al die landen zeggen van ja, we willen je best wat geven, maar dan moet je dat wel weer in ons eigen land investeren. En uh, Biden, die uh, regering Biden, die heeft 236 miljard aan onbehoorlijke betalingen het uh, laatste jaar ja, gedaan. En ze hebben dat, uh, het, het bedrag is groter dan wat Washington uitgeeft aan NASA, aan onderwijs en aan, aan Homeland Security bij elkaar. En ja, dat verdwijnt is... wereldwijd, ja. En dat laatste is natuurlijk een beetje vreemd, want het Department of Homeland Security is de pleger, dus die gaat waarschijnlijk over deze betalingen. Maar het, het, het laat zien dat dat zwart wassen van dat geld. En we hebben het Rumsfeld op 10 september 2001 ook al een keer zien uh, uh, ja. uit. Dat uh, was er uh, volgens mij 3000 miljard, was er toen. Unallocated, en dat is nooit meer uh, opgehelderd, want al het bewijs daarvan is vernietigd, dat lag namelijk in gebouw 7. Uh, en hier zien we eenzelfde iets, dat uh, Black Ops wordt dat genoemd, dus er wordt heel veel geld vrijgemaakt voor allerlei clandestine operaties om bijvoorbeeld in alle West-Europese landen de verkiezingen te vervalsen, ik noem maar een zijweg. Ja, maar dat zien we dus overal op de wereld. Hè? Dus ook in, uh, denk aan de miljarden die de jongen kwijt heeft gemaakt. Het is uh, allemaal bedoeld om uh, die uh, officieuze, die, die, die schaduwoverheid te financieren. En Israël roept VN op om uh, UNRWA op te heffen. We hebben het al eerder uh, hebben we het over gehad. Willem, kun je dat even toelichten? Ja, uh, eerst werd er met modder gegooid en werd de UNRWA beschuldigd van het uh, heulen met Hamas. Nou, toen dat uh, was uitgewerkt, uh, toen uh, lukte het niet meer om dat geld tegen te houden. Dus nu willen ze maar het opheffen. En dan zou je nog kunnen zeggen, nou oké, okay, het zal wel. Maar Israël is met iets anders bezig. Uh, Oekraïne dreigt te mislukken, dus... Israël wordt ook wel het vliegdekschip in het Midden-Oosten van de Verenigde Staten genoemd. En dat is nu, denk ik, helemaal zo. Dan gaan we naar de volgende slide. En dan zien we dat ze echt doorgaan met escaleren. Er uh, vallen steeds meer doden. Uh, ook uh, Amerikaanse of Britse staatsburgers die daar als humanitaire uh, hulpverlener. Uh, waren die uh, zijn uh, overleden bij het bombardement? Er zijn al talloze journalisten overleden bij het bombardement. En dat heeft een functie, Jeroen. Uh, wat ze hiermee laten zien, dat ze mee zijn en dat ze niet te stoppen zijn. Dus haal het niet in je hoofd om jou daar te begeven. Want we gaan het afsluiten. Het is al fysiek afgesloten, maar dan gaan we naar de volgende. Nu moet ook Al Jazeera eruit. Dus die mag er ook niet meer komen. Dit heeft alle uh, schijn ervan dat de grote vernietiging nog moet gaan komen. En om ja. dat ja. te verhullen, gaan we naar nog een volgende: moet het conflict volledig escaleren. Dus Iran is al gebombardeerd. Hè? De Iraanse ambassade in Libanon, volgens mij, en uh, Iraanse doelwitten, Iraans tussen aanhalingstekens, in Syrië zijn gebombardeerd. Uh, Iran heeft zich tot nu toe niet laten verleiden tot een vergeldingsactie, maar het is de, de vraag niet of, maar wanneer die uh, vergelding komt. Ja, en dan kunnen we een, uh, een, een meer dan lokaal conflict verwachten uh, rondom Israël. Ja, hoe zat het ook alweer, wat altijd als propaganda gezegd is, dat Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten, toch? Zo was dat ongeveer. Ja, ja. en die moeten we ja. beschermen, ja. Ja. Ja, de, de Turken, eh, Kazachstanen en Chinezen, die hebben hun burgers opgeroepen om de Oekraïne te verlaten zo snel mogelijk. En dan in het bijzonder Odessa, Kharkov, Kiev en andere regio's. Ja, dat is een bericht van 30 maart, we zitten inmiddels vier. Uh, ja, vakreld. inmiddels wordt daar inderdaad flink gebombardeerd. En uh, het zou kunnen dat er, uh, uh, want Poetin heeft ook een enorme mobilisatie aangekondigd, uh, het uh, grote uh, Russische offensief uh, uh, gaat waarschijnlijk de komende maanden van start. En uh, het ligt niet in de verwachting dat de Oekraïne daar nog de middelen voor heeft om dat te weerstaan. En, en ik zie hier ook de, de reden van waarom het dan maar in Israël moet, uh, moet escaleren. Uh, uh, Poetin, je kan er van alles van vinden, maar het is wel een strateg. En hij uh, uh, is aan slow grinding. En daarmee. Uh, is de NAVO eigenlijk kansloos in uh, in uh, alle militaire uh, doelen die zij in de Oekraïne willen behalen? En uh, Trump die, uh, moet 175 miljoen uh, storten om te voorkomen dat zijn uh, gebouwen uh, in uh, beslag genomen worden in de, zijn fraudezaak. Ja, nou, Wat is staat, dit gaat over het hoge beroep dat hij heeft aangetekend. Tegen de bizarre veroordeling die puur politiek gemotiveerd was in de victimless crime, waar hij voor 350 miljoen aan schadevergoeding is veroordeeld. En dat hij en zijn zonen jarenlang geen zaken meer mogen doen in New York. Nou, hij heeft vastgoed in New York. Dat is zijn hoofdinkomen. Daarmee wordt hij dus het faillissement ingeduwd. Maar nu zie je hoe corrupt die rechtspraak is. Door een. Borg op te leggen van 175 miljoen, die hij misschien nooit meer terugkrijgt. Of in ieder geval pas over, over een paar jaar, wordt hij sowieso financieel aan banden gelegd. En ik, ik vind het heel erg lijken op uh, de zaak die jij en mijn broer voeren in Nederland en Duitsland. Het maakt niet uit of je gelijk krijgt. Uh, nee. Het doel is buiten de wet. Het doel is namelijk: je bent ongehoorzaam, we maken je kapot. Ja, want ook bij ons, we zijn in 18, op 18 december vorig jaar vrijgesproken. Er is nog geen enkel strafrechtelijk beslag is opgeheven. Het hele vermogen ligt nog vast. En we hebben ook geen idee, want dit is een situatie die doet zich normaal nooit voor. Dus niemand weet ook wat je daaraan kan doen. Je staat rechteloos en machteloos in zo'n situatie. En ja, dit is een, een tweet van Insurrection Barbie. En uh, het, zij merkt het heel terecht op, van ja, ik zie helemaal niet dat men probeert om Diddy te debanken. Hij is niet van sociale media verwijderd, ik zie zijn muziek niet teruggetrokken van Spotify, en ik zie ook zijn merchandise deals niet, dat die niet gecanceld worden. Um, zoals ze deden destijds overnight met Kanye of Mike Lindell of de truckers die van de protesten in... Canada. Ja, Willem, opvallend uh, dit. Ja, en dat doet dan vermoeden dat dit alleen maar als afleiding geldt. Hè? Dus dat hele verhaal over dat hij een bad guy is en een gangster kan allemaal waar zijn. Hè? Dus het een sluit het ander niet uit. Maar dat dit de macht niet bedreigt, is duidelijk. Want anders zouden er hele andere maatregelen zijn genomen. En dit is de man die stemmen van democraten afsnoept. Chip in betaal pas houd je onder controle en dan gaat het over Robert F. Kennedy die steeds nadrukkelijker in beeld uh, als onafhankelijke Amerikaanse presidentskandidaat. Hij is niet alleen bekend als de zoon en neef van, maar ook milieuactivist en complotdenkers. Bill Gates wil de wereld controleren controleren via microchips en coronavaccins. Ja, de aanval is geopend, Willem, op uh, Kennedy. Ja. Um, waar ze nu op voor sorteren, ze weten dat Biden uh, totaal kansloos is om nog te winnen. Hè? Trump staat ver voor in, uh, in alle peilingen. Uh, maar Biden haalt waarschijnlijk de eindstreep niet eens. Die is zo dement. Uh, die krijgen ze niet meer zonder luier staand op een podium waar die langer dan vijf minuten een coherent verhaal kan afsteken. Dus hoe moeten ze hem gaan vervangen? En dan heb je ook nog iemand die een lifelong Democrat is, daarvan af is gescheiden. En dus een hele. Aantrekkelijke opties geworden voor democraten die ook niet meer in Biden geloven. En dat zijn er heel veel, dat kan ik je wel vertellen. Dus wat ze hier doen, ze zetten alvast de zondebok klaar voor de reden dat Trump wordt verkozen. Dat als Trump dadelijk wordt verkozen, is het de schuld van Kennedy. Gelijk de locatiegegevens van mobieltjes onthullen, 200 mystery guests waren op het pedo-eiland van Epstein. Ja. Dit laat nogmaals de andere kant van het allemaal volgen van die data, dit en dat gaat dan over metadata. Ja, wat gaat hieruit komen Willem? Wat zien jullie? Heel interessant. Ik hoop dat het allemaal openbaar wordt, aan de ene kant. Aan de andere kant zeg je terecht van ja, zo werkt het dus met mobieltjes en die data die gewoon verhandeld kan worden en dat je dat weer kan traceren en op die manier, ook al is het gepseudonymiseerd, als je maar genoeg datasets combineert, dan kan je mensen identificeren. In dit geval is het een, is het een goede. En zeker als het OM het weigert te vervolgen. Want we hebben het hier over verdachten van ernstige zedenmisdrijven. Um, ja, het wordt vervolgd. Uh, linksom of rechtsom zal ooit uh, hier uh, de waarheid over naar boven komen. En wat Milleijs, dus de president van 18 e en het geheime diensten, uh, hoe die zijn. Uh, ze, gaan, uh, wat, wat, ze gaan samenwerken met de CIA en de Mossad. Ja, dus als, als mensen nog dachten dat Milei een redelijk alternatief was als rockster en libertariër, guess again. Ja. En de Europese aanklagers die uh, gaan in de Belgische zaak, uh, in de hoe zeg je dat? Zij zijn nu in charge bij Pfizergate. Dus, dus Frederik ja. Baldan uit uh, Luik, volgens mij, die heeft een zaak aangespannen. En die is nu overgenomen door het Europese uh, Openbaar Ministerie. En zij vervolgen nu dus de hoogste ambtenaar van de Europese Unie, zijn de von der Leyen. Uh, aan de ene kant is het goed nieuws, aan de andere kant kan het natuurlijk ook zo zijn. Uh, zij is de baas van dat hele Europese apparaat. Dus dus dit is ook weer een ideale manier om het in de doofpot te laten verdwijnen. Aan de andere kant gebeurt er veel. Uh, we hebben het net al gezegd met, is dit een manier om mensen uh, via een andere manier van het podium te krijgen? Want ja, corruptie kan heel slecht zijn en krijg je misschien een paar jaar cel voor. Maar genocide is over het algemeen wat ernstiger. Dus is dit een methode om voor het minst erge feit veroordeeld te worden? Ja, het zou zomaar kunnen. Uh, we gaan het zien. Want er is meer ja. aan de hand. Er is al 600 miljoen aan COVID-fraude ingenomen. En ja, het is natuurlijk algemeen bekend dat politici politici zijn omdat ze niks anders kunnen en nogal gezeld zijn op uh, alles wat glimt. Um, het zijn een beetje de patje payers, uh, van tegenwoordig. Dus die zijn makkelijk om te kopen met Lamborghinis en Rolexen. En dat wordt nu allemaal weer afgepakt. Maar dan moet je je altijd afvragen: wordt het afgepakt omdat ze corrupt waren? Of wordt het afgepakt omdat ze nu weigeren nog verder corrupt te zijn? En het wordt uh, toch spannend voor Ursula van der Leijers, want de uh, onderzoekers die onderzoeken de Pfizer-deal van haar. En dat, is het, dat is hetzelfde bericht eigenlijk als net. Ja, maar waarom ik deze erbij wilde, hè, het gaat ja, over die precies. appjes met Albert Boerla. En deze foto is zo prachtig. Dit, dit wordt ook de foto van de COVID-tribunalen, denk ik. Want we zien hier... <laughs> Uh, Boerla, president van Pfizer. Daarachter zien we Stefan Bansel, president van Moderna. Dan zien we von der Leyen, president uh, van de EU. En daarachter staat de vrouw, want uh, uh, je hebt uh, Sahin, de Sahin zal ik maar zeggen. En dat is de president van Biontech. Dus we hebben ze allemaal in één foto gevat. Het is een, uh, een, een prijswinnende zien, foto, nu al. We zien hier gewoon vier keer uh, levenslang staan. En dit gaat dan over de. Ze zijn dan in de. Oh sorry, het was de Kro. Het is niet uh, Bancel. Met die mondkapjes op kan je ze niet goed zien, maar het is de, de Belgische premier die staat daar als, als hoogste. Want dit is in Puurs. Uh, dat is de de Pfizer fabriek in België die de Kro heeft gemaakt, vergund en daardoor is de premier geworden. Ondanks inzet op meer plantaardig eten, belandt 82% van Europese voedselsubsidies bij veehouderij. En dat stimuleert volgens onderzoekers de productie van vlees en melk, en die tot relatief veel milieuschade leidt. Ja, dat is die, 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 die lobby die maar doorgaat. We mogen geen vlees meer eten, geen uh, melk meer drinken, geen melkproducten. Want het is natuurlijk een totaal onzin verhaal. Ik, kijk, ik heb hier naast mijn huis hier in Paraguay ook een hele weiland vol met uh, koeien. Die eten het glas. En als die straks um, als vlees op het bord belanden. dan is het net als die bomen die jij stookt. Het is een uh, circulair uh, systeem. En ik ben het er mee eens. Uh, op het moment dat we heel veel hormonen erin gaan spuiten. dat we veel pesticiden gaan gebruiken. Uh, of vaccins of antibiotica. dan verstoor je allerlei uh, natuurlijke processen. en dat kan schadelijk zijn voor mensen en milieu. Maar het is natuurlijk niet slecht voor het klimaat. Dat, dat zijn echt totale fabeltjes. Daar moeten we direct van genezen worden. En Europese reigers, reizigers kunnen vanaf zondag zonder grenscontrole Roemenië en Bulgarije in met vliegtuig of boot. Eh, Willem, ik neem aan dat dit een bericht is voor de mensen die aan het wachten zijn om Europa binnen te komen. Een soort, soort startschot. We gaan dadelijk naar Spanje kijken. We hebben in Europa nu. De, de loketten waar je binnenkomt is Polen. Dat is dan vooral voor de Oekraïne. Nou, daar zijn de Polen steeds minder blij om. Slowakije en Hongarije hebben heel wijzelijk hun land tot nu toe dicht. Roemenië en Bulgarije zaten nog niet in de Schengenzone. Dus daar hand je nog niks aan als vluchteling. Griekenland, Italië, Spanje. Dat waren de, de, de Midden-Oosten en Afrikaanse migranten. Maar dat wordt nu enorm opgerekt. Uh, Bulgarije en Roemenië, ja, dit, dit wordt niet meer... Uh, te handhaven, hè? dus de, we worden dadelijk overspoeld door een massamigratie. Dat betekent ook dat de grens nu van Europa daadwerkelijk bij Griekenland ligt. Dus die mensen die nu Griekenland binnenkomen, die kunnen nu doorsteken naar Bulgarije en doorreizen naar West-Europa. Dus dat, dat deze landen erbij komen is op zich logisch. Want dat die stukken dat maakten dat een stuk moeilijker om die immigrantenstroom op volle snelheid door te laten gaan. Want dat vertraagt die grenzen die daar waren. Dus ik denk dat dat erachter zit, de omvolkenheid. Agenda Gaat door en uh, de, de gezondheidsautoriteiten van Queensland die, uh, hebben hun, um, hun excuses aangeboden over opmerkingen over long COVID. Wat waren die opmerkingen, Willem? Ja, dus, die chief health officer die heeft uh, gezegd: Van we moeten stoppen met long COVID. Het is een onzinnige term, maar daar is die keihard voor teruggefloten, niet omdat het niet waar was, maar omdat het tegen het narratief is. Ja, maar iedereen begrijpt toch dat long covid staat voor vaccinatieschade. Ik denk dat hij dat ook gewoon bedoelde. Hè? Dat, eh, laten we het gewoon een beetje bij de naam noemen. Long covid noemen we het. Exchef, Duitse inlichtingendienst, eh, min, die zegt minister bespioneert... Oppositie. En dan gaat het over Georg Mazen, die zijn echt politieke partij is begonnen. En hij heeft een klacht ingediend en stelt dat de regering de dienst misbruikt om politieke tegenstanders monddood te maken. Ja, wat gaat natuurlijk over de vervassingszoets. de Duitse evenpoot. Je zou het kunnen vergelijken met de NCTV. Het is het eigenlijke regering is in Duitsland de Verfassungssoets. Wie ooit in Berlijn is geweest en het gebouw bekijkt van de Verfassungssoets, nou, dat is zo gigantisch en zwaar bewaakt. Ik kan me herinneren, Willem, dat wij bij de demonstraties daar waren en dat gebouw bekeken hebben. Zwaar bewaakt, een soort bunker is het. Daar zit de echte regering. Dus wat dat betreft denk ik dat die er niet ver naast zit, Willem. Ja, en Nancy Faeser, dat is degene die dat, uh, daar verantwoordelijk voor is. Uh, dit is uh, ook uit Duitsland, uh, nou, dat gaat over de, uh, de RKI-files. En Volksverpetser, aan de ene kant staat een tweet van Volksverpetser. En Volksverpetser, moet ik even erbij zeggen, dat is een soort fact-check, uh, ja. gesubsidieerde fact-check die uh, nonsens uh, probeert in de lucht te houden. Zo heeft hij bijvoorbeeld uh, over de PCR-test met een uh, gegeven. Wolfgang Wodarg geprocedeerd en wat schrijven zij als echte propagandisten, oké okay, die RKI files, die hebben dus bewezen dat de RKI niet door de politiek beïnvloed worden en kunnen we nu, ons nu weer met de vraag bezighouden, hoe, hoe dus die kwerdenkers, zeg maar de wappies en extremisten en leugenaars beïnvloed worden en hoe we ze weer kunnen integreren, natuurlijk weer totaal beledigende taal, zoals we dat op dit moment gewend zijn van de propagandisten maar daarnaast staat een stukje uit die RKI-files waar gewoon staat er is nog steeds een hoog risico. En dit is een uh, aanwijzing van het uh, ministerie van uh, Volksgezondheid, het Bundes BMG, Bundesministerie van Volksgezondheid, om nog even aan te geven dat het de politiek was die we wel degelijk de nou, het hebben Het mooie van. is dus, als je gepakt wordt, blijf bij je verhaal. De, de, dit, deze mensen zijn geïnstrueerd over hoe ze een professionele crimineel moeten zijn. Ja, je... Gewoon keihard ja. door blijven liegen. Ja, dat is dezelfde cursus die politici gevolgd hebben. Gewoon volhouden en blijven liegen. Nooit toegeven. En dit komt ook uit die stukken. Eh, de, eh, aan de zeg maar de onder het kopje Varia: een fax met 40 pagina's aan alle bondsministeries van burgers. die de veiligheid en rechtszekerheid willen hebben. over het bestaan van de pandemie en het coronavirus. En dan is het de instructie. Niet beantwoorden. Het RKI beantwoordt in, in principe geen vragen van burgers. Alleen als het gaat over de infectiezoetsgezet, de, de wet. En dan komt er altijd een standaard antwoord terug en dat wo antwoord wordt centraal gestuurd. Met andere woorden, dat komt niet van het RKI af, dat komt van de, het ministerie af. Ja, dit laat heel erg zien dat ze de wetenschap. Compleet wilde afschermen van de burger, want dan zou het fout gaan. En we hebben ja. dit in, in Nederland hebben we dat staatje gezien dat het RIVM communiceert met de NZTV, maar daartussen zit nog de communicatieunit van het OMT of RIVM, met Suzanne van het Hof, uh, Jacco Jan Ballinga. Uh, uh, Aura Tieme en Jaap van Dissel. Dus de mening van de wetenschap is alleen maar de corrupte, omgekochte woordvoerders. Ja, en dan gaat het nog over de uh, swell hoe noem je dat? De, 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 de kritieke grens waarop die uh, uh, maatregelen ingevoerd worden. En dan wordt er gevraagd: zijn daar studies over? En is ook de, het standpunt van de virologenverband meegenomen? En dan staat er ook nog achter: de mensen die genezen zijn, dus die hersteld zijn van COVID, die zijn veel beter beschermd dan we tot nu toe gedacht hebben, maar. Dan komt het. Dat standpunt heeft geen invloed op de mededelingen van het RKI. Dus met andere woorden, negeer de wetenschap, negeer de feiten. Wij gaan gewoon door waar we uh, mee bezig zijn. Ja, en dan uh, de uh, zitting van de coronacommissie uh, nummer 15. Dat gaat dan over uh, 3 december. 20. En dan zeggen ze de, en dit is dan een bericht, uh, volgens mij van de, uh, de, 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 de Oostenrijkse uh, coronapapieren. Uh, de vertegenwoordiger uit Wenen, die, die, die bericht dat in de media uitgedragen wordt dat schoolsluitingen, zoals de, zoals de commissie eenmaal heeft voorgestaan, en ze hebben dat eenmaal gezegd en later hebben ze dat afgewezen, men vraagt dat nog een keer te controleren. Dat in zijn herinnering is er nooit een besluit geweest over schoolsluitingen. Maar heeft de commissie zich steeds uitgesproken over, over schoolsluitingen? En voor het openhouden van, uh, van scholen en de, 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 de versterkte maatregelen aangesproken. Um, wat zij dus zeggen, de commissie was altijd keihard tegen de schoolsluitingen. En dit hebben we gezien in Nederland, in Duitsland, eigenlijk overal. Structureel heeft de wetenschap daar een nog een grens gezet. Ze zijn al heel erg gecorrumpeerd. Maar daar hebben ze allemaal zonder uitzondering gezegd: schoolsluiting heel slecht, niet doen. Toch is het overal gebeurd. Dus wat er buiten de wetenschap kwam is absoluut een leugen. Maar het laat ook zien met wat voor een uh, gewetenloze criminelen we te maken hebben en een sadisten we te maken hebben als we over politici gaan. Hè. Die, hebben al, uh, die hebben door heel Europa en de hele wereld, hebben ze scholen gesloten tegen de wetenschap in, tegen de adviezen in en uh, kennelijk haalt men er toch een soort plezier van uit om uh, kinderen... Te uh, mishandelen met dit soort sad sadistische uh, maatregelen. Want anders kan je het niet noemen. En ja, ik herhaal ik, ik het nog een keer. De mensen die hier verantwoordelijk voor zijn. die zullen zich ooit bij de rechter moeten verantwoorden. En hier, uh, we hebben het hier echt over misdaden tegen de mensheid. Um, dan nog, uh, dat, gaat, dat is ook weer de, uit de Oostenrijkse papieren. Een uh, bij, bijeenkomst van 29 juni 2021. En daar wordt nog een keer gezegd: die FFP2, die massussen, die mondbescherming. die hebben niets te zoeken in uh, niet-medische inrichtingen. En zijn ook niet nodig. En ook dit, dit op... is overal gezegd: in Nederland, in België, in Duitsland. Ja. Dus die schoolsluiting en die mondmaskers, daar was wetenschappelijk totaal geen twijfel over. Nutteloos niet doen. Dat was wat de wetenschap zei. Ja, en het zijn een stel uh, sadisten die vonden dat de hele bevolking zo'n ding op zijn gezicht moest plaatsen. En mensen daarmee moest mishandelen. Wij komen daar nog later op, uh, in de volgende uitzending op terug. Want bijvoorbeeld wat wij ook vaker gezegd hebben, die RKI waarschuwde dat die, uh, de, de, de arbeidsomstandighedenwet, uh, die moet aangehouden worden. Dat betekent dat je kan mensen niet zomaar verplichten urenlange een masker op te zetten. Dat is ook keihard genegeerd. We hebben daar in uh, 2021 hebben daar ook op gewezen dat dat allemaal niet kan. Allemaal natuurlijk van tafel geveegd, dat was onzin. Nou, op de achtergrond, binnen die adviesorganen werd er precies zo over gedacht als wij eh, naar voren hebben gebracht constant. En iets anders wat schokkend is, men wist ook van de enorme stijging van zelfmoorden en zelfmoordpogingen. En dat gaat dan over, eh, hier staat dan in, de, in, de, in, de, in dat uh, gespreksverslag... <tacht> En nieuw en in de telefonische uh, adviezen is dat veel gevraagd: de ondersteuning van mensen met suicidale gedachten. Um, en er staat ook een, 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 even een, een uh, tabelletje met de, uh, met de stijging, plus 62% en maart 2020 ten opzichte van maart-april uh, 2019, waarbij. Uh, Overdosis medicamenten en andere manieren. en acute suïcide en gevaar. gevaar op, uh, en dat is zowel voor Duitsland. als heel, heel Duitsland als Berlijn. zijn die cijfers destijds geëxplodeerd. En Willem, ook daar hebben wij toen aandacht voor gevraagd. We hebben dat ook voorspeld dat dit zou gebeuren. Hè, wij zijn toen nog uh, weggezet. Wat was het? Want wij hebben toen een uitzending gemaakt. voor jongeren. Ja. Hè, om juist, ja, zeg jij maar dat even dat was de GGD Friesland uh, die uh, rapporteerde dat en die vond dat daar tegen moest worden opgetreden omdat jongeren in een gevoelige periode zaten en dat het onverantwoordelijk was voor, van ons om met deze jongeren over hun psychische problemen te, te spreken ja, het, het, is, het is zo vulgair, het is zo pervers wat ze allemaal hebben gedaan en wat nu vast staat is dat ze het allemaal wisten ja Um, ja, dit gaat over de bijeenkomst uh, van 4 juni. Uh, wat was nee, sorry. 26 oktober 2020. En dit is ook een hele schokkende wil. Wat heeft men daar namelijk uh, doodleuk gediscussieerd? De discussie is. Of het Chinese concept van isolering, hè, bij lichte gevallen, buiten de huishouding ook in Duitsland denkbaar is. Omdat op dit moment heel veel infecties binnen het de familie, het gezin, plaatsvinden, binnen het huishouden. En um, omdat er een, dat een aanzienlijke inperking van grondrechten betekent, dat is een beetje een eufemisme, want dat betekent dat je mensen in concentratiekampen gaat uh, opsluiten, want daar hebben we het hier over, dat is ook wat China deed. En we beschikken niet over. Voor het uh, voldoende personeel. En we hebben ook geen plekken uh, daarvoor beschikbaar. Hebben, als Auschwitz nog uh, uh, bruikbaar was geweest, hadden ze waarschijnlijk Auschwitz weer geopend. Maar daarom is het op dit moment, volgens het verslag, moeilijk om te zetten. Het is niet dat we er ethisch tegen zijn. Nee, het is moeilijk op dit moment om dat uit te voeren. Het laat zien voor deze mensen bestonden geen grenzen, Willem. Het is dat, dat ze nooit de kans hebben gehad, maar als het kon, hadden ze mensen massaal in eh, concentratiekampen opgesloten. Wij werden toen nog gek uitgemaakt, dat we dit, hè, dit, dit was, eh, er waren meerdere plannen die daarop wezen. Dat was weesden. een complottheorie, die nu dus ook weer Precies. bewezen is, dat dit wel degelijk ja. op de beleidstafel als een optie lag. Precies, ja. En eh, dit is wat je ook steeds eh, terug ziet komen, dat... Eh, Tijdens de zij wisten daarbinnen. En dit is dan ook weer 21 oktober 2020, het RKI wist dat de griepgolf het jaar daarvoor veel meer doden veroorzaakte. Um, en dat er werden weliswaar veel gevallen uh, geregistreerd, maar er waren natuurlijk alleen maar positieve testen, maar er werden vijf keer minder doden geregistreerd dan de jaren daarvoor. Dus. Men wist het allemaal, die hele corona. Het was één groot uh, bedrog. En um, mensen die dat de uh, discussie stelden, werden als gekken weggezet. Maar het is wel, ja, het, het is nu allemaal bevestigd. Dit is nog een eentje die enorm schokkend is. Want het gaat namelijk over vragen die daarbinnen binnen gesteld worden. Dat de PIE, dat is Paul Ehrlich Instituut, die is um, gestopt vanaf. 31 augustus 2021, dat zij in hun uh, veiligheidsberichten over de vaccinaties. Uh, niet meer de doden erin opnamen. Bij een nieuw bericht wordt niet meer expliciet naar uh, doden verwezen of daarin opgenomen. En daar zijn dus uh, daarbinnen uh, vragen over gesteld, hoe dat nou kan. En dat laat ook zien dat bedrag, dat bedrog wat ook bij het LARE plaatsvond, dat heeft overal plaatsgevonden. Men wist dat mensen aan het sterven waren. En dat wilde men uh, al van begin af aan verhullen... want we hebben dit ook weer 19 oktober 2021... toen de vaccinatiecampagne pas tien maanden bezig was... zat men al in, met de handen in het haar over het grote aantal doden... en hoe men daarmee Net om moest op, gaan. Dit was de tijd dat onze zaak tegen de Gezondheidsraad... over dit onderwerp uh, diende. Alles werd ontkend. Later is ook in de WOP-stukken terug te vinden... Dat de reden waarom ze dit niet communiceerden. is omdat ze het vertrouwen in de vaccinatie niet wilden ondermijnen. Dus het is ja. helemaal op zijn kop. Het is niet de conclusie. oh, het is dus onveilig. Dus dan is het vertrouwen terecht ondermijnd. Nee, we moeten de waarheid afschermen van de burger. want het vertrouwen in de injecties kan ondermijnd worden. Ja, en nogmaals, dit zijn allemaal keiharde bewijzen. van in de zwaarste strafbare feiten. die je je kan voorstellen. Ja, dan komen we weer bij uh, het uh, Spanje, corruptieschandaal uh, in Spanje. De ja. overheid geeft toe dat uh, de, de toeleverancier van uh, ILA uh, 23 miljoen defecte uh, mondkapjes naar Spanje heeft geleverd. Uh, Voor een bedrag van 47 miljoen. Dit is de SIWERT-deal ja. waar we het net over hadden in Spanje. En zo het heeft zelf... elk, elk land, want wat was het. Uh, uh, Habeck volgens mij in, uh, in Duitsland, had ook zo'n uh, corruptieschandaal. Het is overal hetzelfde. Ik denk inmiddels dat het expres is gedaan: één om ze onder controle te brengen uh, of, en, en om te kopen, want ze zijn en chantabel en corrupt. Uh, maar er zit nog een derde aspect bij: dat is namelijk, kan je mensen met dit het podium afdragen? Dan heeft iedereen toch een beetje het gevoel, dat is gerechtigheid. En we hoeven het niet te hebben over genocide of democide. Ja. Dat zit er dik in. En ook dit één op één hetzelfde. Dus VWS van Spanje probeert al een hele tijd alles onder de pet te houden. Het mag niet naar boven komen. Gelukkig blijven mensen doorgraven en komt er toch veel naar boven. Maar de cover-up proves the crime. Elke keer op weer, uh, opnieuw is het weer hetzelfde liedje. En hier zie je ook um, deze zaak gaat hopelijk verder. Uh, de leverancier die wordt dan gehoord, maar er wordt al uh, een, een, een voorschot genomen op de PSOE. Dat is de partij van de arbeid in Spanje. Uh, Sanchez is uh, daar de voorzitter van. Die is dus premier van Spanje. En die wordt waarschijnlijk ook gehoord. En dat is natuurlijk een stap verder dan dat we tot nu toe in Nederland hebben bereikt. Maar goed, dat hebben we in uh, Oostenrijk precies hetzelfde gezien. Dat heeft uiteindelijk nergens toe geleid. Het enige is dat Kurz, dus, hoe heet die, Sebastian Kurz, ja. Die is uh, verdwenen. Iedereen is inmiddels vergeten dat hij ooit uh, premier was in, uh, in Oostenrijk. Maar die was ook verwikkeld in uh, dit soort schandalen en werd inmiddels, uh, zat dichtbij een strafrechtelijke vervolging. Heeft inmiddels een baantje in de Verenigde Staten en uh, is totaal uit het oog. Verdwenen. En Sanchez, die eh, lijkt daar uh, veel op Willem. Dit ja. um, is ja. echt weer een soort Lula, een Koerts, Rutte. Het zijn allemaal dezelfde acteurs. Hè. Deze worden getypecast en daarna jarenlang gegroomd voor die positie. Daarom kunnen ze ook bijna niet verwijderd worden. Vorig jaar hebben we die grootschalige fraude gezien bij de verkiezingen in Spanje. Want hij moet daar blijven. Hij is de aangewezen persoon om die barrières weg te nemen. Uh, Marokko wordt steeds inniger omhelst, want die stroom uh, via Marokko, Canarische eilanden, uh, de straat van Gibraltar, uh, die moet flink op gang komen. De southern border van Europa. En dan zien we ook eigenlijk weer dezelfde uh, spelletjes. Net als uh, de Ruttes uh, worden de wapens geleverd aan dubieuze regimes. Uh, Marokko. Op de landkaart lijkt twee keer zo groot. Dat komt omdat de zuidelijke helft eigenlijk een gebied is wat ooit koloniaal Spanje was. De zuidwestelijke Sahara. En dat is ingenomen door Marokko. En daar wordt nog steeds de lokale bevolking onderdrukt. En weer een, nog een bericht uit Spanje, uit Elbia, over de Canarische eilanden. En een vereniging van vakantiewoningen verwerpt de Canarische wet en waarschuwt. De, de waarschuwing dat het een uitroeiing van de activiteit is. En dat zou er tot een heimelijke gedwongen onteigening van de eigendommen leiden en het verlies van meer dan 50.000 banen. Nou, het gaat over een voorstel waarin het onmogelijk gemaakt wordt om nog nieuwe uh, vakantiewoningen of Airbnbs of uh, toeristische activiteiten aan te melden. En daarbij de bestaande zoveel mogelijk te gaan uitroken. Het is een soort RIEK-aanpak. Men wil af van het toerisme op de Canarische eilanden. En, en dat past natuurlijk weer bij de agenda die we aan het uitrollen is. We, mooren, we moeten niet meer reizen, we moeten lekker thuis blijven in onze 15 minuten stad. En um, ja, één keer in de paar jaar mag je dan even een uitje maken, wat natuurlijk wel bepaald wordt door uh, vadertje staat waar dat ritje dan naartoe gaat. En partij van Erdogan is de grote verliezer bij verkiezingen. Maar hey, uh, Willem, ik dacht dat Erdogan een dictator was. En sinds wanneer worden dictatoren gekozen of verliezen die uh, verkiezingen? Wat is hier aan de hand? Ja, het is zo mooi dat hij dus twintig uh, jaar lang uh, wordt hij als dictator neergezet. En dan verliest hij een verkiezing. En dan wordt er geen enkele vraag gesteld bij verkiezingen. verkiezing. Ja, zie je wel, het is de normaalste zaak van de wereld. Hij heeft verloren. En misschien is het ook wel de normaalste zaak van de wereld. Maar de hypocrisie is niet meer te harde in het Westen. Ja, nog even een bericht van de facto. Um, uh, als je het weekjournaal volgt, schrijf je in op de nieuwsbrief. Dan knop, blijf je ook altijd op de hoogte en up-to-date over nieuwe uitzendingen en uh, andere onderwerpen. Uh, we hebben er al over gehad afgelopen weken. Er is een campagne bezig om uh, de mensen te overtuigen om uh, je uit te schrijven uit de nieuwsbrief. Uh, dit is, uh, je hebt, je, het viel jou op dat er een. Uh, Onorganische, niet organisch te verklaren teruggang is van het aantal inschrijvingen voor de nieuwsbrief. Dus mocht je nog niet ingeschreven hebben, uh, ga naar de website en uh, meld daar eventjes je e-mailadres. Ja, want er is nog meer. Hè? Dus de, de facto is een onafhankelijk platform. Uh, die hosten het weekjournaal, maar uh, ze gaan ook meerdere uitzendingen. Het is echt een platform waar meerdere uh, stemmen aan bod komen. Uh, en je hebt ook een, een column geschreven die uh, uh, daar te lezen is. Dus het is een, een nieuws site uh, die we aan iedereen kunnen aanraden. Ja, ik heb een, uh, inderdaad een uh, stukje geschreven over de geschiedenis van het uh, weekjournaal. Want we zijn inmiddels, uh, hoeveel waren het? De 170 uitzendingen uh, verder. He, en het is een, inmiddels staat inmiddels bekend als een satirisch programma, maar zoals ik al eerder zei, zo was het ooit niet bedoeld. Het was de bedoeling om het nieuws te duiden en in een bredere context te zetten. Maar ja, nogmaals, als je het nieuws tegenwoordig bespreekt, dan kom je vanzelf uh, in, uh, bij cabaret terecht. Uh, gaan we verder met agenda 2030. Ja, Julia Gillard is de, de, prime, de prime minister, was, wat was ze van? Australië, uh, dacht ik. Of in ieder geval. Die, um, een, een ja, een angelsaksisch land. Wat het opmerkelijk is, dit is dat karusel. Allemaal baantjes en, en parkeren. We hebben dat gezien bij Bruno Bruins en bij Grapperhaus. Het is schering en inslag. En als je dan nog niet over corruptie mag spreken. Nee, dit is netwerkcorruptie. Zo werkt het. Ja, met andere woorden, zij komt, gaat nu werken voor de Welcome Trust. Nou ja, de Welcome Trust is een van de grootste. Uh, Aandrijvers uh, van uh, vaccinaties. Uh, dus uh, we zeiden het daar straks al. Al die politici, die werken niet voor u of voor mij. Die werken voor de farmalobby. En het zijn hun belangen die daar behartigd worden. En het is uh, uw geld dat daar naartoe gebracht wordt. Ja, en de Ebro, dat is een rivier in uh, Spanje. Die heeft zoveel water in één keer uh, eruit gegooid. Wat, uh, wat in een heel jaar. Hoe zeg je dat normaal geconsumeerd wordt in Spanje? Uh, en dat is nu in 20 dagen naar de zee gegaan. Ja, men heeft natuurlijk eerst al die dammen weggehaald, en die dammen die waren ooit bedoeld om in ieder geval een water, drinkwaterreserves uh, opslag te creëren in de bergen, zodat als het de langere tijd niet regent, dat je dan nog steeds drinkwater hebt. Maar heeft Europa besloten, die hebben we allemaal niet meer nodig, want we moeten, zijn natuurlijk bezig met de agenda aan het uitrollen waarin water een schaarste goed moet worden, en dan krijg je dus dat alle water dat valt, dat gaat gelijk naar de zee, en als een keer droog is, hebben we geen reserves meer. Dat is niet eh, per ongeluk, dat is zo bedoeld, want over een tijdje krijgt u een waterbudget naast uw CO2-budget, 30 liter eh, of weet ik veel wat, en dan niet te vaak het toilet doorspoelen, alsjeblieft, want water is iets wat heel schaars is. En, ja, en er is een plan om het watertekort eh, op Tenerife eh, op te lossen. En wat is nou zo'n oplossing? Je zou bijvoorbeeld een dam kunnen bouwen om te zorgen dat je waterreserves hebt. Hè, die dammen terugbouwen die je net hebt gesloopt. Maar Willem, wat is de oplossing waar ze nu mee komen? Ja, dat zien we eigenlijk in de volgende slide. Weet je wat? We doen er gewoon veel meer belasting over. Dan gaan mensen vanzelf wel minder gebruiken. Dus we veroorzaken het probleem en dan. Bieden we de oplossing aan, namelijk meer belasting betalen? Gewoon even wat extra betalen, mensen. Het is voor een goed doel. we moeten samen moeten we het probleem oplossen. We moeten het uiteindelijk allemaal samen doen. Dus let op als je die kraan opendraait. daar komt een heel kostbaar, letterlijk en figuurlijk goedje uit. Ja, dit is een, um, uh, een bericht uh, op. Dit is dat op Twitter. Hè, ja, denk ik. en ik, uh, ik, ik vond het interessante. Ik heb hem nog niet gefact-checked, Dus ik daag iedereen uit: fact-check dit. Want uh, Brian Mitchell komt aan met. Let op, al die afleiding, ook met die boot. Iedereen keek naar het instorten van de Baltimorebrug. En ondertussen werd er dus een, uh, een wet doorheen geduwd. die de CBDC toch mogelijk zou maken. Uh, en zelfs, dat vond ik een saillante. die in het geval van een health emergency. De, uh, het tweede amendement tijdelijk buiten werking zou stellen. Uh, dat zijn uh, bouwde uitspraken. Ik ben heel benieuwd of het inderdaad daarom te doen is geweest. Een uh, bericht van Romy Quint, gedragsdeskundige. Bij recht op privacy: Het Westen wordt erger dan China. Hopelijk kun je de lenzen gewoon afplakken. Ik denk dat de auto. Dat oude auto's heel waardevol gaan worden. Waar gaat het over? We hebben het al vaker gehad over dat die Tesla's. die hebben camera's in de auto. om jou zelf in de gaten te houden. Dat is een heel veilig idee. Weet je, dan weet je in ieder geval zeker. dat je geen dingen doet die niet mag. Hè? Want het is vervelend als je niet geobserveerd wordt. door een camera. dan zou je in één keer vrij kunnen voelen. Maar wat is nou het geval? Van en, uh, vanaf uh, 2026. moet elk voertuig. elk motorvoertuig. wat in Europa uh, wordt verkocht moeten moet dus camera's van binnen hebben om jou in de gaten te houden. Dus ja, maar het is wel voor je eigen best wil of niet willen. Ja, het is heel handig en ja, dat het gehackt wordt. Uh, ja, ik denk dat je, als je gewoon je paswoord schrijft aan de overheid, dat zij je wel veilig houden. Ja, en in ieder geval uh, word je eraan herinnerd dat je in je neus gepeuterd hebt. Want dat moeten we natuurlijk niet hebben. Hè? Dan uh, weet je zeker dat je... Dat, eh, dat je jezelf onder controle houdt. En Caribisch Nederland wordt pilot voor elektrisch vliegen. Eh, willen vanaf 2000, wordt ze meteen vanaf 2050, meen ik, niet meer gevlogen, tenzij het elektrisch is. Heel apart, want eh, accu's zijn natuurlijk veel te zwaar voor een vliegtuig. Maar ik denk dat ze in Caribisch Nederland gekozen hebben. Want als je van Aruba naar Curaçao vliegt, dat is zo'n klein stukje. Misschien dat net die verlengkabel die afstand kan overbruggen. Zodat je daar elektrische motoren in. Kan, uh, gaan zetten, ja, um, ik, ik schaal dit in onder de categorie. Battle them with bullshit. Ja, want uh, en, uh, even serieus: een oplossing die je natuurlijk wel mogelijk is, is dat je, dat je een uh, brandstofcel uh, inbouwt, maar dan zit je weer met dat waterstof wat ook uh, opgeslagen moet worden onder hoge druk en onder koude. De hele lage temperaturen en bovendien explosief is. Dus ik zie nog niet snel dat we elektrisch gaan vliegen. Het wordt een reden om zo meteen te stoppen met vliegen. Want hè, dat als wij gaan wachten met vliegen totdat we elektrisch kunnen vliegen, dan kunnen we heel lang gaan wachten. En de, de toestroom van immigranten naar Spanje is geëxplodeerd met 277% in het eerste kwartaal van het jaar. De omvolking gaat vol gas. Verder, hè. men probeert zoveel mogelijk mensen op zo kort mogelijke termijn nog uh, binnen te krijgen. Ja, en dan uh, krijg je ook dit soort berichten: dat alle gebouwen die er nog zijn, we hebben ze dus toch geen openbare diensten en gebouwen meer nodig. En hier de Ar uh, armeia Base, die wordt gebruikt nu om tijdelijk opvang te bieden voor duizenden uh, immigranten. Niet meer met pin betalen bij de zelfscankassa. Een goede ontwikkeling of niet? En dan wordt er gezegd: Ja, op zich is het een goede ontwikkeling, natuurlijk. Want we willen niet in de gaten gehouden worden en gecontroleerd worden. Maar er zit wel een catch aan, want je moet dan wel bij deze zelfscankassa scannen. En worden er dan ook biometrische gegevens ingenomen? Want... Nou precies, dan betaal je misschien wel contant, maar dat betekent niet dat jouw consumentengedrag of wat jij gekocht hebt, niet gecontroleerd wordt. Want met een camera kunnen ze precies zien wat je gekocht hebt en wie jij bent en aan de hand van je bonnetje kunnen ze zien wat er in je, in je, in je, in je boodschappenmandje zat en dan kan dat weer gebruikt worden om eh, als straks zometeen Rabobank ons eh, social credit systeem gaat bijhouden, om bijvoorbeeld ook je CO2 budget netjes bij te houden, ondanks dat je komt dan betaald. Want dit bericht is van de Gelderlander. Sigaretten kopen, eerst even je gezicht laten scannen. Het is wel even wennen. Willem, Heel slim, het is hè, want er wordt er, even wennen. Er, er, is, er wordt ja, er is een kleine ingreep en het is te goed. Het is voor je eigen gezondheid. Het gaat alleen maar om een handigheidje om de wet te handhaven. Om jouw kinderen veilig te houden. Maar nee, dit is het begin van een glijdende schaal. Dan gaan we naar de volgende? En dan zien we dat het niet alleen het gezicht is of de eer is, maar alle biometrische data worden van jou geroofd tijdens een nietsvermoedend bezoekje aan een winkel. Ja, yeah, dit is Pay by Palm app. En Turbo is de collection of personal biometric data. Ja. Yeah. En als we dan. Verder gaan naar AI. AI is een beetje het vaste stukje van uh, Agenda 2030. Dat is namelijk het einddoel. Um, artificial intelligence wordt en werd al gebruikt om 37.000 Hamas-targets vast te stellen. Let op, dit gaat over buitenrechtelijke executies. Hè? Dus dit is hyper illegaal. En dat wordt dan ook nog eens uitbesteed aan een computerprogramma. Waar maar je moet, maar moet hopen dat die algoritmes kloppen. En die kloppen natuurlijk sowieso niet. Dit is nog maar één stap verwijderd van Skynet. Hè, voor de mensen die uh, Terminator uh, nog in het geheugen hebben. Ja, en WHO die lanceert covid een globaal netwerk voor coronavirus. Nou, je dacht dus dat je af was van dat coronavirus. Men is verslaafd aan coronavirus en men gaat er nu een wereldwijd netwerk voor opzetten. Wat is dit, Willem? Ja, dit zijn 36 laboratoria over de hele wereld die dus permanent corona gaan monitoren. We hebben dat bij de GISRIS vanaf 1950 ongeveer voor influenza, hè? dus dat globale influenza monitoring systeem. Uh, die data die hebben we ook wel eens uh, gebruikt om te laten zien dat het een hoax is. Hè, dat die artificieel opeens weg was in 2021 en toen dubbel weer terugkwam in 2022. Maar laten we kijken, waar is het nou op gebaseerd? Welke ideologie zit hierachter en wie zijn de spelers nu? Nou, het zal je niet verbazen dat Nederland hier een bijzonder prominente rol in speelt. Maar liefst de drie laboratoria van de 36 over de hele wereld doen mee. Koopmans als eerste met het Erasmus, dan het RIVM en dan ook het Water Cycle Research Institute. En wat wordt er nou aangehouden? De One Health Approach. Dat is fijn dat we weten dat deze neomalthusianisten ons in de gaten houden. Dan komen we nog naar uh, een app. Iemand wees me erop dat het volgens mij op de Samsung was, uh, maar het kan ook de, uh, de iPhone zijn, dat daar nu een Global Goals. Applicatie opstaat. En die geeft je allemaal nonsenstermen termen om je te brainwash. Dat is fijn dat je steeds meer propaganda uh, standaard op je telefoon krijgt. Je dus mocht je het vergeten, dan herinnert je app er even aan. Zoals nou, we moeten. En bij deze is dus een oproep om uh, Global Goals te verwijderen, maar ook te rapporteren als malware. Precies. Komen we bij juridisch. Nederland vraagt Dubai om uitlevering van gevallen Brabantse vastgoedbaas Roger, Roger eh, Lips. Het ondernemer moet nog een celstraf uitzetten wegens obstructie van het onderzoek naar zijn bankroute. Een van de grootste vastgoedfaillissementen uit de Nederlandse geschiedenis. Ja, deze zaak loopt al heel lang volgens mij. Um, ja, Willem, wat. Uh... Nou. Wat ik opvallend vind, we hebben dat eerst bij Taghi gezien en dat was uh, uh, met een liquidatiepoging als de ontvoering niet zou, zou lukken. Nou, daar hebben ze een hoge prijs voor moeten betalen, maar inmiddels hebben ze dus wel Dubai zover gekregen om mensen uit te leveren. Vorige week was het Promes en di dit is een glijdende schaal. Er wordt steeds logischer dat overal ter wereld mensen worden aangehouden om nog even een celstrafje uit te zitten. En, en dit is het, het Assange-effect, zou ik het bijna willen, willen noemen. Dus de juridictie van een land spreidt zich met de tentakels uit over de hele wereld. Ja, eh, inderdaad, we hebben het bij Tachi al gezien. Eh, Tachi? Al gezien, um, je hebt geen uitlevingsverdragen meer nodig. Je geeft gewoon even, je belt even dat andere land van, hé, hey, daar zit iemand. Kun jij hem even op het vliegtuig zetten? Is ook met Reina Fulmich zo gebeurd, hè? Maar even ja, aan te hebben. Ja, is een uit Mexico. Even voor de duidelijkheid, er was geen officieel verzoek. Hij is echt ontvoerd en onrechtmatig gevangen gezet. En we hebben zelf ook van dichtbij een zaak meegemaakt van een Duitse queerdenker. die op verzoek van Duitsland op het vliegtuig naar Amsterdam is gezet. Eh, op valse, op basis van valse beschuldigingen. En die is in Amsterdam gelijk aangehouden en voor uitlevering of overlevering aan Duitsland. Eh, ik meen dat hij nog steeds in Nederland eh, vastzit. Hoe een zak niet verbrand afval de politie op het spoor zet van protestboeren bij dumping op de A7. Hou hem tegen, steek zijn banden lek. Ja, hoe lang is het geleden, Willem? Ja, dit gaat dus over een protest van meer dan twee jaar geleden, volgens mij. En dit geeft aan hoe fanatiek en, en uh, wraakzuchtig het OM is. Nee, zedendelicten, moorden. dat is allemaal niet relevant. We de... moeten al die mensen die hebben geprotesteerd tegen het regime. Die moeten we tot in de dood vervolgen. Ja, want die zijn ongehoorzaam geweest en dat kunnen we niet, ons niet permitteren. De twee tweets van Blomme staan op basis waarvan zij wordt vervolgd. Nou, de eerste heb ik vorige keer eh, voorgelezen: dat ging over ja. mensen die worden verkracht en elkaar geslagen. Maar de tweede is. De waarheid, een zwerm negeroïde primaten die een weerloze blanke jongen in elkaar trapt, mag niet benoemd worden in een democratie. Ja, dat is natuurlijk heel cynisch, want inderdaad, mag niet benoemd worden, want ze wordt er nu voor vervolgd. Kijk, even voor de duidelijkheid: je kan ervan vinden wat je wilt. Ik zou het zo niet schrijven. Ik kan me voorstellen dat mensen hierdoor beledigd zijn, maar dat is niet de maat der dingen. Is dit nee. strafrechtelijk vervolgbaar? Nee, natuurlijk niet. Nee, je gaat het hebben over fatsoen, fatsoensnormen. Dat is ja. uh, waar je waar het hier feitelijk over hebt. En de fatsoensnormen worden misbruikt, want het gaat in, in wezen helemaal niet over racisme. Nee, dat is het haakje waarmee critici worden gecriminaliseerd. Ja, want wat, wat zou er gebeurd zijn als iemand getweet had dat dat een, een zwerm scheten een weerloze zwarte jongen in elkaar trapt? Zou dat ook uh, vervolgd worden, Willem? Ik, ik gok zomaar van niet. Maar eh, wat ik mensen echt op het hart wil drukken. Kijk, eh, Raiza wil daar een punt maken. En dat mag ze maken met haar vrijheid van meningsuiting. Maar ik vind het onverstandig om mee te doen in die polarisatiemachine. Want dat hele racisme, antisemitisme, seksisme, misogynie, LHBTI. is allemaal afleiding. Daarmee, dat, dat is het stokje in de spaken. Daarmee willen ze je laten struikelen. Eh, zodat je niet meer in staat bent kritisch op het regime te zijn? Het is provocatie. En op het moment dat je dat en, en, en het is bezigheidstherapie. Ja, dit is een heel interessante. Dit is een uh, aangifte. Maar is dit een neemverslag? Een dit is een woepstuk. En het gaat over de protesten toen bij de Van Balenstraat. Maar wat ja, staat er 3. Er In 2 januari 2022, dat was de laatste keer dat we systematisch excessief politiegeweld zagen. Ja, welk geweld is daarbij gebruikt? Dan staat de wapenstok natuurlijk, eh, maar er staat ook met auto omstanders opgeduurd. Nou, eh, wat is dat, Willem, eh, met een auto omstanders opgeduurd? Volgens mij is dat met een auto iemand bedreigen om daarmee iemand te overrijden. Nou. Eh, wist ik niet dat dat tot de geweldsmogelijkheden eh, van de politie behoorde. Maar als jij dat doet, laat, laat jij nou volgende keer bij een politiecontrole, ga jij de politie even opduwen. Wat denk je wat dan gebeurt, Dan word je vastgezet? Nou, nou, sterker, de boeren. Eentje werd er onder schot genomen, en die had zijn hand niet eens op de gaspedaal van de trekker, maar er stond die motoragent met een geladen en getrokken pistool, gericht om te doden. De andere keer reed een trekker weg met die boerenzoon-hospes. Eh, die werd inderdaad beschoten. Die heeft geluk gehad dat hij niet dood is gegaan. Dus, dus zo, hè, het wordt gezien als letaal geweld waar de politie zich met vuurwapens tegen mag verweren. Dan wil ik nog een ander voorbeeld aanhalen. Op 14 maart 2021 werd er een vrouw voor een rijdende auto geduwd van de agent-provocateurs. Ook wel Romeo's genoemd. Daar heeft uh, 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 onze verdachte. Uh, uh, commissaris uh, uh, van Mussert uh, heeft daar dan misschien een bloemetje gebracht of excuus voor gemaakt. Maar dat was dus niet een incident. Dit wordt gewoon binnen de politie gezien als een toegestane vorm van geweld. En niet geweld om iets dodelijks af te wenden. Nee, geweld om. En wat dat staat daaronder, geweld had effect, geen zichtbaar letsel geconstateerd, op deze manier om demonstranten onder controle te brengen en in een bepaalde richting te drijven, alsof je met vee omgaat. Ja, en het is simpelweg poging tot doodslag, als je dat op deze manier doet, daar word je voor eh, vervolgd als jij datzelfde zou doen met een agent. Autonome dreigde politieagenten dood te schieten en eiste 1 miljoen euro of een persoonlijk uh, gesprek. En dan gaat het over twee kopstukken uit de wereld van de autonome en anti-overheidsactivisten. Um, ja, die zijn ja. Uh, een paar maanden geleden opgepakt zitten, volgens mij nog steeds vast. Of misschien mogen ze nu dan weer, uh, is, is hun uh, uh, voorlopige hechtenis geschorst. Maar ook hier, ze hebben zich laten verleiden. Tot het meedoen aan het uh, laakbare gedrag van politie en justitie. En daarmee hebben ze zichzelf ernstig benadeeld. Natuurlijk moet je niet meegaan in het dreigen. Dat is wat ze juist willen uitlokken. En als maar, zegt de politie weer, we hebben, we hebben het geweldsmonopolie, et cetera, et cetera. En ik kan me voorstellen dat het bloed onder je nagels vandaan wordt gehaald. Maar zij zijn er juist op uit dat je geweld gebruikt, want dan mogen zij het doen. Dat is de hele redenatie. Dus. Dit is niet de manier. Hè. Ik vind het heel goed als je jezelf autonoom verklaart en autonomie nastreeft. Maar denk niet dat je zelf politieagentje kan spelen. Dat, dat is juist de uitlokking die ze willen. Sterker nog, de, de strafzaak in Den Haag, dat ik zogenaamd zou hebben opgeroepen tot een burgerarrest. Dat is het haakje wat ze daar ook proberen. Alsof je geweld tegen de overheid of tegen het openbaar gezag oproept. Ja, en een voormalige cia uh, whistleblower uh, John uh, Kiriyaku, die bevestigt dat Julian Assange een, een plea deal aangeboden heeft gekregen. van het U.S. Department of Justice. drie maanden geleden. En als hij dan. Uh, de deal zou zijn dat hij zou vrijkomen. Uh, op basis van dus de, de tijd die hij al uh, gezeten heeft. Uh, zal dan de straf worden. Maar dan moest hij wel uh, toegeven dat hij geheime informatie. misbruikt heeft. Nou, uh, Julian Assange heeft dat categorisch afgewezen. Hij heeft uh, gezegd. Hij heeft niet zomaar nee gezegd, hij heeft gezegd: hel no. Nou, het toont karakter van iemand die al zo lang in de ellende zit. Het ja, is die, nog niet eh, bevestigd, dit, be dit bericht, maar ik vind het wel heel plausibel. Amerika wil hiervan af en het doel is al binnengehaald. Ze willen het alleen nog maar vastleggen, zodat het dadelijk te gebruiken is voor elke journalist waarvan zij vinden dat die buiten het boekje gaat. Dat is wat ze nog hieruit willen halen. Het is een, 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 inmiddels een blok aan het been en zij willen er vanaf. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dit soort deals zijn aangeboden. In vrijspraak, uh, Willem, waar gaat dit over? Ja, dit gaat ook weer volgens mij over die Van Baarlenstraat. En uh, dit is een paar maanden daarvoor. Deze zaak lijkt heel erg op die uh, demonstratiezaak waar ook Dorien uh, voor wordt vervolgd. Dit is 28 februari, die andere zaak was 28 maart. Maar dit gaat erover dat uh, deze persoon is vrijgesproken. Initieel werd hij vervolgd door het OM omdat hij geen gehoor zou hebben gegeven aan, aan, aan de vordering naar aanleiding van het noodbevel. Dat is weer die constructie om demonstranten te criminaliseren. Maar hij bevond zich helemaal niet meer op het museumplein. En daarmee. Mocht hij uh, uh, ervan uitgaan dat hij gevolg had gegeven aan het noodbevel of aan de vordering namens het noodbevel. En dit vind ik grappig, want in mijn zaak speelt dit ook. Ik ben niet op het plein aangehouden, maar in, in een andere straat, nabij het plein, maar niet op het plein. De vordering was, je moet je van het plein verwijderen. Het OM ziet dat dus, en in, in, in de requisitor hebben ze dat ook min of meer zo gezegd. Van, maar was het dan niet duidelijk dat jij niet mocht demonstreren in heel Den Haag niet, en niet tegen de spoedwet? Scheer je, scheer je weg, ga onder de dekens liggen, hou je mond, je bent ongehoorzaam. Ja, en uh, doet me ook denken aan de heel zaak, Willem. Want toen was je in de auto op weg naar huis. En toen werd je van de weg geplukt omdat jij geen gevolg zou hebben gegeven aan het uh, eh, beëindigen van uh, de demonstratie. Terwijl je in de auto op weg naar huis was. Ja. En. Um, Australische rechtbank die blokkeert de COVID-vaccin-challenge. Uh, um, waar gaat het over? Ja, nou, parallel aan onze sommatiezaak tegen het CBG in Nederland... en de actie van de Europarlementariërs uh, tegen het EMA... Uh, loopt er ook een zaak uh, uh, in Australië tegen de gentherapeutische injecties daar. En het opmerkelijke is... <coughs> Daar komen we tegen dezelfde dingen aan. Namelijk, de zaak wordt er uitgegooid voordat er enige inhoudelijke behandeling is. En dit doet me heel erg denken aan die zaken die we tegen de vaccinaties in de vaccinatiecampagne hebben gevoerd. De zaken daarna tegen de gezondheidsraad, tegen het CBG. Er werd op geen enkele manier inhoudelijk ingegaan op onze argumenten. Dat zou namelijk dodelijk zijn. En dat zien we hier ook weer. Het is steeds duidelijker, het zijn GMO's. Het was experimenteel. Dat is het eigenlijk nog steeds. Uh, het is gentherapie. Uh, 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 er is DNA-contaminatie, waarmee integratie in het DNA wel mogelijk is, et cetera. Dat ligt nu allemaal vast. Toch wordt er categorisch ontkend dat we überhaupt een standing hebben in de rechtszaal. En het punt dat ik daarmee wil maken is: ten eerste, volgende week hebben we toch op 9 uh, april uh, voor elkaar weten te krijgen, dat heeft de rechtbank de gedaan, <laughs> dat we. De zaak tegen het CBG voor kunnen laten komen. Dus allemaal kijken, zou ik zeggen. De podcast doet weer verslag daarvan. Um, maar ook dat die rechters dader zijn. En we moeten hier heel duidelijk in zijn. Die rechters hebben over de hele wereld. wel honderden keren gehoord. wat er allemaal fout was aan die prikjes. Ze hebben gekozen om de democide in stand te houden. Ja, um, die rechters die deze zaken doen, hè, want even voor duidelijkheid: niet elke rechter is een crimineel. In ieder geval de rechters die zich lenen voor deze zaken, dat zijn uh, criminelen in zwarte jurken. En sommige landen hebben ze overigens grote jurken. Dus ook daar wil ik en niet En ik wil nog eh, even die... duidelijk zijn: zij zijn dan zelf niet verantwoordelijk voor de genocide, dat is hooguit indirect. Hun strafbaar feit is rechtsbuiging en rechtswijziging. Ze hebben geweigerd naar de argumenten te kijken. Nou, ze zijn medepleger, want ze zorgen dat, uh, dat de daders, uh, hey, ze hebben een belangrijke rol, zodat dat de daders hun criminele feiten kunnen uitvoeren. Dus daarmee ben je niet medeplichtig, je bent medepleger. Dus je staat op dezelfde hoogte. Uh, medisch. Ja, dit is, komt uit een advies uh, van de Gezondheidsraad, we het er net al over. En wat is nu het geval, Willem? Uh, het, het was toch zo'n goed plan om zwangeren te laten injecteren met deze experimentele middelen? Wat is hier aan de hand? Ja, ik, ik heb het gevoel dat de gezondheidsraad niet meer helemaal zeker is van of dit debakel wel de goede kant op gaat vallen. En ze zijn met een strategische terugtocht uh, begonnen. Uh, ze vinden uh, het nog steeds wel heel nuttig, maar in de huidige situatie bieden ze het niet meer standaard aan voor zwangere vrouwen. Dat is winst natuurlijk, maar het is ook wel een verkapte uh, schuldbekentenis. Nou, ik herinner me even aan, in onze rechtszaak hebben we het ook over gehad. Uh, er was nooit ondergezoek naar uh, die effecten bij zwangere vrouwen. Integendeel, uh, iedereen die zwanger was of waarvan het vermoeden bestond dat ze zwanger waren, die zijn geweerd uit de trials. Dus um, dit, dat, dat advies uh, om zwangeren te in uh, injecteren met een experimenteel middel, waren vanaf het begin misdadig. Willem. Ja, um, goed nieuws en slecht nieuws. Um, er zijn inmiddels methoden om met MRI, dus dat is een niet-invasieve techniek, te kunnen kijken of je inderdaad. Uh, uh, COVID-19 uh, vaccine-associated myocarditis. Uh, en dus uh, littekenvorming op je hartspier of het hartzakje hebt. Um, daarmee kunnen we heel veel mensen. want eigenlijk iedereen die is geïnjecteerd. zou zo'n MRI-scan moeten doen. Het slechte nieuws is dat het dus inderdaad ook vaststaat. dat dat uh, veel vaker voorkomt dan dat tot nu toe werd toegegeven. Hè? Er wordt gezegd van in hele uitzonderlijke gevallen, we spreken nog steeds op uh, een aantal gevallen op de 100.000, maar doe daar maar een factor 100 bij. Dat kan ik je nu, nu alvast zeggen. Maar er is wel um, goed nieuws. Het goed nieuws komt zo meteen. Je bent door eerst nog deze. Ja. Uh, wat hieruit blijkt, dit is een Koreaanse studie, is dat uh, dus. Uh, de nutritional anemia, het is de bloedarmoede. Eh, eh, ook door de hemolytic en de aplastisch. Het zijn allemaal verschillende bloedarmoedes. De ene heeft uh, te maken met. Uh, uh, of het in het beenwerk nog wordt aangemaakt. de andere is of het. Uh, depletie uh, in de bloedsomloop geeft. Um, maar waar het eigenlijk over gaat. is al deze bloedafwijkingen. ook de stollingsfactoren. Uh, de, de, de bloedingen, uh, zowel de mRNA. Als de vector-injecties geven daar een verhoogde kans op. Het verschil tussen de vector en de mRNA is niet significant, want er wordt wel eens gedaan als. ja, met de vector, de Jans en de Astra, was er inderdaad een verhoogde kans op bloedingen. maar dat probleem is er niet bij de mRNA. Nee, dat is gelogen. Het ligt dus inderdaad aan het spike-proteïne, die de integriteit van de vaten aantast. Um, Helaas eh, is daar dus ook heel veel schade al geleden en te verwachten en het is niet een oplossing geweest om alleen maar de vector eruit te halen. Alle prikjes moeten van de markt. Als ze niet van de markt gaan, dan heeft Moderna wel een hele goede oplossing bedacht. Ze <laughs> hebben namelijk prikjes tegen de prikschade. Ja, maar let op, hè. mRNA-prikjes tegen schade die veroorzaakt is door mRNA-prikjes. Dus je, je schiet iemand met een geweer, en weet je wat de oplossing is? We schieten hem nog een keer met een geweer. En dit is wel Bancel, de, de CEO van Moderna. Ja, dus ik zou zeggen, wees uh, gewaarschuwd. Uh, de mRNA gaat geen oplossing zijn voor wat voor probleem dan ook. ook. Het is een mRNA-probleem en niet een uh, oplossing. En dan komen we even bij plotseling onverwachts. Arsenal-speelster Frida Manem zakt in elkaar tijdens de League Cup-finale. Maar haar toestand is stabiel. Overigens hoorde ik vandaag het bericht dat de broer van de advocaat in Duitsland, 40 jaar oud, ook in één keer plotseling onverwachts overleden is. Die lag op de bank en die is zomaar in één keer weg. Um, een jonge, 16 jaar, die in elkaar zakt in het zwembad, is overleden. En dat gaat dan over Centerparks de Vossenmeren in de Belgische Lommel. En een, uh, een nog een uh, gevaccineerde topvoetbalspeler uh, is overleden op uh, plotseling uh, 24 jaar. En de dokters zijn verbijsterd. Ja, die vragen zich af hoe kon dat nou? Waar komt dat nou vandaan? Want daar hebben we nog steeds geen antwoord op hoe dat allemaal kan. Heftig. En de after acteur uh, Chance Perdomo 27 jaar is uh, overleden bij een ongeluk. Ja, een eenzijdig ongeluk. En dat is een ja, eenzijdig motorongeluk. En daar hebben we er ook heel veel van gezien de afgelopen jaren hoeft niet te zijn, zo, natuurlijk, dat willen we al dan even bijzeggen, want dat weten we niet. Maar het is, we laten een trend zien. En uh, Howard Stern, show personality, die is op met 55 jaar overleden en er is geen doodsoorzaak bij gerapporteerd. En uh, schokkend, en dit is ook daadwerkelijk schokkend, de VS heeft 1 miljoen gevallen van oversterfte um, bij de mensen boven 65 sinds de FDA het uh, COVID-19 vaccin heeft. Uh, niet goedgekeurd, maar toegelaten. Zo moeten we dat uh, ja. eigenlijk zeggen. En ik kan me herinneren dat ze toen, uh, elk, al die, alle COVID-fanaten, die kwamen altijd met getallen uit de VS. Er waren wel 300.000 doden door COVID. Wat natuurlijk allemaal achteraf onzin was. Want iedereen die overleed was in één COVID-dode. Maar we zitten nu wel met een miljoen mensen boven de 65 hè, die overleden zijn. Ja, het ruimt wel op. En uh, kanker is, stijgt enorm onder jongere en jongere leeftijden. En het is niet bekend hoe dat komt. Nou ja, dan blijft dat raadsel wat maar niet. Het is de grote uh, olifant in de kamer. Men heeft geen idee hoe dat uh, mogelijk is. Dan zijn we bij het laatste, uh, Willem, de demonstraties. Politie vereidelt A10-blokkade door Extinction Rebellion. Demonstranten overwegen nu, vijf, uh, nu wilde acties. En ze spreken van een ongekende vrijheidsbeperking. Nou, Je hebt een discussie gevoerd pas geleden, volgens mij, met Extinction Rebellion. Je ja. staat natuurlijk op, uh, niet op één lijn. Maar iedereen moet zelf weten voor wat voor onzin mensen uh, demonstreren. Maar vertel. Nou, het leuke was, het was ook met uh, Jerry Aferi van uh, Kikwat Zwarte Piet en uh, Sita Kemperma van uh, Farmers Defense Force. Dus het was een gemeleerd gezelschap. Het was een heel leuk gesprek. Een mooi artikel geworden in NRC. En wat het in ieder geval wel aangeeft, is dat alles wat eventueel de macht bedreigt, dat wordt keihard neergeslagen. Dus ook een Extinction Rebellion, zolang zij binnen de kaders van het toelaatbare hun ding doen, dan wordt er geen strobel breed in de weg gelegd. Maar hier, bij dit soort dingen, zie je toch ook dat de macht uh, hard ingrijpt. Hè? Veel polsen worden gebroken, mensen worden van het bed gelicht. Uh, en wat de media expres doet, is een soort tegenstelling creëren... waardoor uh, mensen tegen de coronamaatregelen dan weer zeggen... ja, maar Extinction Rebellion wordt niet hard aangepakt... of uh, kick-out Zwarte Piet uh, heeft geen, uh, geen goed, uh, goede reden om te demonstreren. Dit is ook het polarisatiemodel. Al die groepen tegen elkaar uitspelen, en dan moet ik mensen weer refereren naar de shock-induced aggression. De kooi staat onder stroom. Je zet er één rat in, die wordt miserabel en krult zich op. Je zet er twee ratten in en ze gaan vechten. Maar de kooi is het probleem, niet de andere rat. En Extension Rebellion en uh, Scientist Rebellion die blokkeren luchtvaartlobby-evenementen en eisen een kwimp uh, van de luchtvaart. Wat dat betreft hebben ze de politiek mee. Want dat staat inderdaad op het programma om binnenkort helemaal uh, te gaan stoppen. En in ieder geval vanaf 2026 uh, moet je er rekening mee houden dat het vliegen moeilijk gaat worden. Dus wat dat betreft worden zij in ieder geval wel op hun wenken bediend. Ja, ja en wat, wat ik irritant vind aan dit soort. Uh, fenomenen dat het dus heel expliciet niet over mensenrechten gaat. Hè, nee. Boeren die opkomen voor hun bestaansrecht, een uh, uh, kik uit Zwarte Piet die opkomt uh, tegen uh, racisme, uh, daar kan je van alles van vinden, maar het gaat heel duidelijk over een bepaald mensenrecht. Hè. Discriminatieverbod, recht op eigendom, maar dit gaat niet over een mensenrecht. Dus, dus dat maakt de, de radicale acties ook uh, moeilijk te begrijpen. En Greta Thunberg, die uh, zal aanwezig zijn bij de A12-blokkade van 6 april om 1 uur. Dus wie nog een handtekening wil gaan halen, meld je even op de nou, A12. Ja? Wat ik hier opmerkelijk aan vind: hè, er wordt heel erg uh, over hate speech en mensen kunnen weren. Uh, David Eik is geweerd. Uh, die Oostenrijker, die mag Duitsland nu niet meer binnen. Uh, settler of zo heet hij. En. Uh, ja, zou je dit dan ook bij zo'n Greta Thunberg moeten doen? Want ze is natuurlijk wel een Zweedse, dus de schengen zo'n zo Schengenregistratie registratie werkt dan niet. Maar ze kondigt aan en ze ruikt dus in die zin op dat ze mee gaat doen aan een strafbaar feit en een verboden demonstratie. Iets waarvoor ik niet heb opgeroepen, maar toch voor ben veroordeeld. Ja, wat, wat zou je dan juridisch kunnen verwachten? En voordat mensen allemaal zeggen van ja, ze moet opgesloten worden. Ook hier, let op is natuurlijk weer het hele idee, de maatregelen die willen we wel voor de andere partij waarmee we het niet eens zijn. Nee, het demonstratierecht Precies. moet gewoon breed zijn en natuurlijk zou je gewoon, gewoon kunnen komen. En zelfs als je in het psychose bent, uh, kan je gaan demonstreren tegen God of je kan demonstreren tegen het weer. Uh, nou ja, goed, dat is dan uh, een slecht voorbeeld, denk ik. Maar uh, ja, je hebt gelijk. Uh, iedereen moet dat uh, helemaal uh, zelf weten. Ja, en de eerste Pinksterdag komt er weer een stille uh, vredesflashmop. Uh, Hartstikke en... goed. Het was een, uh, een, een, een leuke demo. Fijn dat er steeds meer mensen zich bewust zijn van uh, het amorele of zelfs immorele van oorlog. George van Houts heeft een, uh, op 1 april of 31 maart was het, uh, een, uh, een uh, flashmob op Museumplein gehouden. En ik zou bijna zeggen: hé, hé. Eindelijk zijn de links ontheemden een keer zichtbaar, want wij hebben 3,5 jaar die toorts gedragen voor de mensenrechten. Dus het is heel fijn dat mensen over hun schaduw heen springen en uh, uh, niet meer bezig zijn met dat frame van extreem rechts. Nee, wij zijn allemaal voor vrede en voor mensenrechten. En dan nog even de NOVA-academie, uh, uh, 6 ja. en 7 april. Als je in de buurt bent, ga er dan naartoe. Ook als je niet in de buurt bent, ga er dan naartoe. Uh, dit gaat om een, een nieuwe universiteit waar je wel kritisch leert denken. Dus uh, doe het programma mee, probeer het eens uit. En wellicht denk je: van ik wil ook een echte universitaire graad halen. Goed, nou Willem, dat was weer een hele hoop. En uh, volgende week gaan we weer verder. Zeker. En uh, maandag hebben we nog een voorbeschouwing. Voor de CBG-zaak. Maar die zal zijn met uh, Jacob van der Veer en uh, Marie-Louise Genet. Goed. Tot ziens.